en naar het staat toe gaat. Ja. Misschien is het handig als je eerst een beetje kort vertelt wie je bent en wat je doet. Oké, mijn naam is Ronald Tinneveld. Ik werk als hoofddocent rechtsstudies bij de faculteit Rechtsgeleerdheid hier in Nijmegen. Ik werk daar nu ongeveer 12,5 jaar. Ik heb daarvoor 11 jaar gewerkt in Leuven, aan de Universiteit van Leuven. En ik hou me voornamelijk bezig met vraagstukken van rechtvaardigheid, democratie en cosmopolitisme. En wat is cosmopolitisme? Cosmopolitisme kun je zien als wereldburgerschap. Dus dat is een soort morele claim. Hè. Dus de gedachte dat iedereen een soort loyaliteit moet hebben ten aanzien van de mensheid als geheel. Mm-hmm. Hè. Dan heb je een morele claim. Maar het kan ook een politieke claim zijn, namelijk dat we op het hoogste niveau zoiets als een staat nodig hebben, een wereldstaat. Dus dan heb je of moreel cosmopolitisme of politiek cosmopolitisme. Ja. En verbind je daarbij dus recht en filosofie, verbind je die aan elkaar in die drie onderwerpen wat je bestudeert? Ja, dus dat is wel de bedoeling. Dus ik heb mijn proefschrift geschreven, dat is een hele tijd geleden, over de relatie tussen democratie en recht. Mm-hmm. Dus dan heb je eigenlijk het denken over wat democratie is, waarom democratie waardevol is. En dat verbind je eigenlijk met het idee van het recht. En die twee die kunnen eigenlijk op gespannen voet met elkaar staan. Dus als een politieke partij zou zeggen, weet je wat, als wij nu de meerderheid van de stemmen hebben, dan schaffen we die democratie af. Mm-hmm. Dan zou het heel democratisch kunnen zijn, afhankelijk van je opvatting van democratie. Maar dat zou wel heel sterk tegen het idee van de rechtsstaat ingaan. De gedachte dat iedereen toch bepaalde fundamentele rechten of vrijheden heeft. Dus recht en democratie kunnen op gespannen voet met elkaar staan, maar kunnen eigenlijk ook elkaar aanvullen. Ik heb lang gewerkt op het werk van Habermas. Die poneert dat recht en democratie eigenlijk op gelijke voet staan. En noemt dat gelijk oorspronkelijk. Zonder recht geen democratie, zonder democratie geen recht. Dus die democratische rechtsstaat is eigenlijk één geheel. Want ja, ik zou ook denken inderdaad dat democratie alleen kan werken als elk individu waardig geacht wordt in principe. Ja, zeker. Maar dan heb je een hele specifieke opvatting van democratie. Hè? Want als je zou zeggen, kijk, democratie betekent de meerderheid heeft het voor het zeggen. Dan is dat een procedure. Dan zeg je, nou, we hebben een wetsvoorstel, we leggen het voor aan mensen. En als we nu 50% en 1 van de burgers zover krijgen om voor het wetsvoorstel te stemmen, dan is het democratisch. Punt. Ja. Als democratie natuurlijk betekent, dat is niet alleen een procedure, maar dat betekent ook, we houden rekening met het feit dat mensen een gelijk recht hebben om te stemmen. Dat menselijke waardigheid belangrijk is. Dat wetten die waarover besloten wordt uiteindelijk ook binnen dat kader van de rechtsstaat plaatsen of wat dan ook. Dan stoppen we eigenlijk veel meer in dat idee van democratie. Hmm. En dan merk je dat democratie en rechtsstaat eigenlijk bij elkaar kunnen komen. Dus democratie, als dat betekent mee kunnen stemmen, mee kunnen doen politiek, maar ook fundamentele rechten hebben, dan incorporeer je eigenlijk al een stuk van dat recht in die democratie. Aan de kant kun je dat ook zien hoor. Als je aan mensen vraagt wat is een rechtsstaat, dan zullen ze bijvoorbeeld zeggen, een rechtsstaat betekent dat iedereen onderhevig is aan de wet. Dus ook de overheid. Iets uitgebreide variant zou zijn, een rechtsstaat betekent niet alleen dat iedereen onder het gezag van het recht staat, maar dat iedereen fundamentele rechten heeft. Waaronder het recht om politiek te kunnen participeren. Nou ja, dan ga je eigenlijk al in die idee van rechtsstaat die democratie stoppen. Ja. En dan merk je hoe die twee eigenlijk ja, heel nauw met elkaar verweven kunnen zijn. Kunnen zijn en praktisch gezien dat ook zijn, in principe, zeker in onze... Ze kunnen dat praktisch gezien zijn, maar ik denk dat we onze ogen niet moeten sluiten voor het feit dat er serieuze spanningen tussen kunnen bestaan. He, dus ga je terug naar het werk van Carl Schmitt. De jaren 20, vorige eeuw, schrijft hij een klein boekje over het idee van parlementarisme, waarin hij probeert eigenlijk om aan te tonen dat die twee ideeën, hij noemt dat dan parlementarisme, een soort vorm van liberalisme, en democratie, dat die op gespannen voet staan. Democratie en betekent een soort homogeen volk. Mm-hmm. Met misschien dezelfde cultuur. Uitgaan van een homogeen volk. Ja. En dat staat op gespannen voet met het idee van liberalisme. Hè, waar die idee in zit van gelijke rechten. Ieder individu heeft fundamentele gelijke rechten. Staat op een voet van gelijkwaardigheid met anderen. Mm-hmm. En daar hij zegt die twee. Ik begrijp ook niet waarom een homogeen volk in zou gaan tegen het idee dat iedereen gelijkwaardige rechten heeft. Of bedoel je met gelijkwaardig recht, ook al zijn ze heterogeen? Nou, dat is eigenlijk een bepaalde logica. Dus democratie betekent natuurlijk het volk regeert zichzelf. Mm-hmm. Dus het volk bepaalt eigenlijk zelf welke wet tot stand zou moeten komen. Nu, als je dat opvat als dat volk, dat moet eigenlijk een soort politieke eenheid zijn. Een homogene entiteit. Waarbij je zegt, die delen bijvoorbeeld dezelfde taal.
dezelfde cultuur, dezelfde geschiedenis. Of als je het heel problematisch wil brengen, die delen dezelfde huidskleur of die delen bepaalde religieuze overtuigingen. Dus die zijn op een politiek vlak eigenlijk homogeen. Dan zit daar voor Smit een logica in van in- en uitsluiting. Wie dan niet tot dat volk hoort, wie niet die taal deelt, wie niet die cultuur deelt, wie niet die geschiedenis deelt, of die huidskleur of die religie, die hoort niet bij dat volk. En dus dan merk je meteen waar natuurlijk dat mechanisme van in- en uitsluiting op gespannen voet gaat staan met die liberale idee dat ieder mens, ongeacht huidskleur, overtuiging, nationaliteit, dezelfde fundamentele rechten en vrijheden zou moeten hebben. Dat zijn dus twee logica's, die van democratie, die gestoeld is op die notie toch van uitsluiting, van wat heterogeen is, wat niet behoort tot het eigene, tegenover de liberale logica die eigenlijk pleit voor, ja, ongeacht verschillen, mensen dezelfde fundamentele rechten en vrijheden toekennen. En we hoeven het daar nou niet mee eens te zijn, ja, maar ik denk dat iemand als Smit wel probeert duidelijk te maken dat zo'n logica van democratie, we zouden dat bijna nationalisme noemen, hè, op gespannen voet kan staan met het idee van recht. Hè? Met het idee van fundamentele rechten voor ieder. Zou je kunnen zeggen dat we dat probleem van uitsluiting op de een of andere manier geneutraliseerd hebben door te zeggen dat iedereen in een democratie binnen de landsgrenzen gelijk recht heeft en dus mag. Dus iedereen met een Nederlands paspoort hoort in een rechtsstaat bij het Nederlands volk en heeft gelijke rechten. Ja, nee, ik denk dat zowel op praktisch niveau als op theoretisch niveau dat ideaal van insluiting, het feit dat iedereen gelijke rechten heeft, nog lang niet te waarborgd is. Op praktisch niveau hoef je de krant maar open te slaan. Natuurlijk om te zien dat minderheden nog steeds niet op reëel niveau dezelfde rechten hebben. Dan een probleem zoals migratie of culturele diversiteit. Toch altijd punten laten zien waarbij er sprake is van exclusie of van mensen die niet dezelfde rechten hebben als een ander. Dus op pragmatisch niveau is dat probleem nooit uitgesloten. Maar bedoel je dat op globaal niveau of op nationaal niveau? Op nationaal en op globaal niveau. Ja. Want wat is dan hoeveel minder rechten hebben minderheden in Nederland dan Nederlanders? Nou ja, ik neem nu eens het voorbeeld. Hè. Dus stel je vlucht uit Syrië, ik noem maar een voorbeeld. Je slaagt erin om Europa binnen te komen. Je slaagt erin om in Nederland een verblijfstatus te krijgen. Dan zul je zien dat je op het moment dat je natuurlijk hier die verblijfstatus hebt, nog steeds niet volwaardig mee kunt draaien. Het is pas als je die Nederlandse nationaliteit hebt, na een aantal jaren, dat je volwaardig politiek kunt stemmen, dat je politiek kunt participeren. Dus het is niet zo moeilijk, denk ik, om voorbeelden te bedenken van verschillende groepen die nog steeds verschillende rechten hebben. Ja, nee, dat begrijp ik zeker. Dat als je als immigrant hier naar Nederland komt en je nog geen Nederlands paspoort hebt, dan heb je veel minder rechten dan als je echt een Nederlands paspoort hebt. Want je mag niet werken bijvoorbeeld, je hebt geen recht op heel veel toeslagen. Ja. Je kansen om überhaupt iets te gaan doen zijn heel gelimiteerd. En je moet je ook nog eens elke week melden, volgens mij, bij de AZC. Ik nog een meldplicht. Maar dat is een ander verhaal dan dat je als Nederlands burger vanwege je nationaliteit of etniciteit of iets anders minder rechten hebt. Zeker, maar als we nu kijken naar de geschiedenis van Nederland, hè, we kijken bijvoorbeeld naar vrouwenrechten. Of we kijken naar zoiets als het homohuwelijk, hè, om twee voorbeelden te noemen. Het is nog niet zo heel lang geleden dat het homohuwelijk natuurlijk erkend werd. Mm-hmm. Als je teruggaat naar de jaren 50 van vorig jaar, toen vrouwen eigenlijk nog werden gezien als wils onbekwaam, op het moment dat ze gingen trouwen. Alleen al die recente geschiedenis van... Ja, rechtsstatelijk. Dus alleen al die recent, rek ik even op, hè, maar die geschiedenis van Nederland, ja, laat wel degelijk punten zien waarop we gelukkig in staat zijn om te streven naar gelijke rechten, maar waar de feitelijke situatie anders is geweest. Daar ben ik helemaal mee eens. Ja. Uiteraard is het anders geweest. En toen, laten we niet vergeten, toen was het ideaal natuurlijk ook het liberale ideaal van vrije, gelijke rechten. Ja. Alleen de vraag is natuurlijk, aan wie komt dat toe en op welke basis? Hmm. Dat is helemaal waar. Aan de andere kant kan ik je ook zeggen, Nederland was volgens mij de eerste die het homohuwelijk gelegaliseerd heeft. Ja. Dus wat dat betreft mag je misschien... Waarom is dan het narratief, we zijn nog niet zo heel lang voor gelijke rechten, ook voor homo's en hetero's, beter of rechtvaardiger dan het narratief, we waren de eerste die homorechten legaliseerden?
Dus je kan deze ontwikkeling op twee manieren beschrijven. Dat is wat ik bedoel. En beide zijn denk ik waar. Dus welke zou je meer toepasbaar vinden? Oké, kun je ze nog één keer halen? Want de eerste was, we zijn de eerste die wereldwijd het gelegaliseerd hebben. Ja. Oké, en dus de tweede is... enigszins dat we op vooruit lopen. En de tweede is, zoals jij hem noemde, het is nog niet zo heel lang geleden dat we überhaupt rechten aan... Nee, tuurlijk. Maar ik denk dat de vanzelfsprekendheid waarmee we pretenderen dat een ieder, ongeacht... al die zaken als gender of seksen of huidskleur of politieke overtuiging of wat dan ook, een fundamentele aanspraak heeft op erkenning van het feit dat je mens bent, dat ideaal, als we naar die geschiedenis kijken, een aantal serieuze hobbels heeft gekend. Mm-hmm. Maar dat we ook niet kunnen doen alsof we nu al in een situatie zitten waarin het voor iedereen gerealiseerd is. En dat er in wezen dus geen enkele reden zouden zijn om nog sterker op te komen voor die fundamentele gelijke rechten van een ieder. Dus ik denk dat het een ideaal is, wat moeilijk te verwezenlijken valt, wat je niet te snel moet begrijpen als iets wat je al bereikt hebt, maar wat altijd iets is waar je nog steeds naar moet streven. Dus in die zin, het is nog niet zo lang geleden dat, oké, kan ik mee leven. Of we zijn de eerste, vind ik ook prima. Zolang we in ieder geval maar voor ogen houden dat dat ideaal nog niet volledig gerealiseerd is en dat dat waarschijnlijk ook in de komende tijd nog niet zo snel zal gebeuren. En dat je ook strijdbaar moet opstellen om dat ideaal te verwezenlijken. Ja, je kunt niet achterover leunen en denken, we leven in een democratische rechtsstaat en dus heeft iedereen fundamenteel gelijke rechten. Dat was het. Ik denk dat daar een strijdbaarheid zit die je ook als filosoof zou moeten benadrukken. Dus er is een spanning tussen in een democratie, in een liberaal democratie, waarin iedereen eigenlijk gelijk recht heeft, en een praktische situatie waarin het blijkt dat niet iedereen dat al heeft. Mm-hmm. Ja. Oké. Duidelijk. Maar we gingen over Hobbes en Bakhoven. Dat is een leuke intro. Wat ik zelf interessant vind aan Hobbes en Locke is dat ze lijkt even... Zoals ik het begrijp is de tijd waarin zij opkomen is een tijd waarin de autoriteit van het wijzen naar grootse verhalen, in dit geval het christendom en de Bijbel, als rechtvaardiging voor de macht van de koning op de macht van de staat, eigenlijk aan het wegbrokkelen zijn en wegbrokkelen. En wat dan dus nodig is een nieuwe rechtvaardiging voor de manier waarop we leven. Mm-hmm. En de manier waarop we leven is of het algemeen in een staat of in een natie of een andere soort organisatie. En Thomas Hobbes en Locke creëren een verhaal of creëren een ontstaansverhaal of een natuurlijke staat om eigenlijk te rechtvaardigen waarom we niet in een natuurstaat zouden moeten leven, maar in de staat van een staat moeten leven. Ja. En dat is een logisch gevolg van ontwikkelingen. Dus als er een rechtvaardiging wegvalt, heb je een nieuwe rechtvaardiging nodig om misschien te kunnen blijven doen wat je wil, al gedaan hebt, of om te laten zien dat wat er aan de hand is, wel rechtvaardig is. Dat is misschien een beetje een spanning daarin. Want is het uiteindelijk niet gewoon een rationalisering van wat er al is? Dat zou je natuurlijk ook kunnen afvragen. Maar goed, ze hebben allebei een natuurstaat. En daaruit gaan ze kijken naar waar een staat is. Misschien kunnen we met Hobbes beginnen. Die vind ik zelf het meest interessante. Ja. Omdat hij een heel pessimistisch beeld van de mensheid heeft. Ja. Mag ik nog één stap terug doen of niet? En ik heb dan de neiging om een soort uitweiding te creëren en later te vragen waar was ik ook al heen aan het redeneren, maar ik zal het niet proberen te doen. Hè. Dus ik vind het heel goed dat je zegt, het maakt deel uit van een soort bredere ontwikkeling. Hè. Dus het standaard verhaal, wat op punten klopt, maar op andere punten ook niet, is natuurlijk dat je met de moderne tijd een proces ziet dat je de emancipatie van de mens kunt noemen. Je ziet dat de mens steeds sterker voor zichzelf wil gaan bepalen wat juist is, wat goed is, wat rechtvaardig is, etc. Dus je krijgt daar een soort zich losmaken uit die traditionele banden van religie of van een soort verdrukkende vorm van maatschappij. En de mens wil voor zichzelf bepalen wat juist is. Daar past natuurlijk het werk van Descartes natuurlijk heel mooi in. Mm-hmm. Het kleine geschrift van Kant, wat is verlichting? Waarin hij natuurlijk zegt, wat is verlichting? Dat is natuurlijk je ontdoen van aan jezelf te wijten onmondigheid. Dus je ziet daar een lange ontwikkeling op het vlak van wetenschap, moraal, politiek, maar ook op het vlak van cultuur en kunst, denk ik,
waarin die plaats van de mens steeds belangrijker wordt en waarin de mens ook voor zichzelf een steeds belangrijke plaats gaat opeisen. Om zelfstandig te kunnen bepalen wat juist is. Of, als het gaat om de theorie van het sociaal contract, hoe we kunnen legitimeren dat de overheid uiteindelijk gezag over ons uitoefent. Hmm. Dus ik denk de basisveronderstelling is natuurlijk, we leven in een democratische rechtsstaat, maar wat we niet moeten vergeten is dat de wetten waaraan we onderworpen zijn, ons wel degelijk vertellen wat we niet moeten doen of wel moeten doen. En als we er niet naar luisteren, dan volgt er een sanctie. Ja. Dan kan er een gevangenisstraf komen of een geldboete of wat dan ook. Dus die overheid, die impliceert macht. En de vraag is, hoe kun je nu legitimeren dat die overheid macht uitoefent, macht heeft? En dan zie je dat die theorie van het sociaal contract natuurlijk een hele mooi antwoord gaat bieden op die vraag. Dus hoe kun je legitimeren dat er een overheid is of een overheidsgezag die onze vrijheid inperkt? Mm. En waarom moeten wij ons daarbij neerleggen? En dan is het antwoord instemming. Dus wanneer kan de overheid legitiem gezag over ons uitoefenen? Wanneer we ermee ingestemd hebben. En de metafoor die dan gebruikt wordt om die instemming vorm te geven, is het idee van het sociaal contract. Hm. Dus op het moment dat je gaat aangeven dat de overheid eigenlijk met onze instemming gezag over ons uitoefent, ja, dan weet je natuurlijk één, waarom er een overheid zou moeten zijn. Dat zullen we dadelijk zien, denk ik. Mm-hmm. Maar twee, waar we het net over gehad hebben, waarom die overheid eigenlijk een soort legitieme basis heeft om gezag uit te oefenen. En dat zie je heel mooi terugkomen natuurlijk bij die idee van het sociaal contract van Hobbes en van Locke. Maar zoals je zei, ze verschillen enorm in de invulling die ze geven aan de twee belangrijkste ideeën. Die natuurtoestand, mm-hmm. als een toestand waarin eigenlijk de keuze gemaakt wordt voor een staat. Voor het hebben van een overheid met een bepaalde mate van politieke macht. En het tweede element, natuurlijk het element waar je ook gaat kijken naar ja, hoe die staat eruit moet zien, hoe die vorm krijgt en hoe die instemming ook vorm zou krijgen. Ja. En een belangrijk onderdeel is ook, wat is de menselijke natuur? Ja. Want zo, die verschillen zijn natuurlijk ook heel sterk, ja. En Hobbes is daarin heel pessimistisch en Locke heel positief. Ja. Dus als we dan zullen we met Hobbes beginnen? Ja, dat is een mooi. Kijken wat de wereld is die hij schept. Ja. Zoals ik hem begrijp is, ik denk dat je het heel kan, de meest bekende quote is een oorlog van alle tegen alle. Ja. En zoals ik hem begrijp is dat wanneer er geen staat is, wanneer er geen macht is, is eigenlijk ieders wil legitiem. En ieders keuze is legitiem en je kan geen van goed of kwaad spreken. Klopt, ja. Dus dat betekent dat iedereen bereid is om alles te doen wat hij wil om te overleven. En mag. En mag doen. Ja. En daardoor kun je nergens van zeker zijn. Mm-hmm. En nog een ander element is natuurlijk dat iedereen gelijk is. Dat zegt hij ook nog. Ik ben gewoon een beetje aan het proberen. Hè? Dus als ik fout heb, moet je het gewoon zeggen. Nee, ik kan dadelijk altijd nog corrigeren. Ik kan altijd nog corrigeren, ja. Ieder mens is in principe gelijk. Maar gelijk in ik denk in dat we niet in morele, ik denk dat we moeten oppassen, niet in morele zin. Nee. Dus ik zit even op te passen, ik niet jou het woord wegneem en dan lang ga praten natuurlijk, maar jij kan dat gewoon corrigeren. Dus Hobbes en Locke, en ik weet dat we dadelijk ingaan op Locke hoor, maar die verschillen enorm in die schets van de natuurtoestand. Mm. Dus bij Hobbes staat eigenlijk die idee van eigenbelang centraal. Dus die gaat aan proberen te geven waarom de staat legitiem gezag uit moet oefenen vanuit het idee van eigenbelang. Locke, dat zullen we dadelijk horen, die vertrekt vanuit het idee van gelijke rechten. En respect voor gelijke rechten. Dus de basis voor die twee is enorm verschillend. Voor Hobbes is het echt een verhaal dat begint met zelfbehoud. Hmm. Dus de vraag is natuurlijk, hoe zou ons leven eruit zien wanneer er geen wetgevende, uitvoerende, rechtsprekende macht is. Dat is natuurlijk die metafoor of die gedachteconstructie van het sociaal contract. Dat jij en ik, maar eigenlijk iedereen die dit ziet, zichzelf de vraag moet stellen, ja, hoe zou ons leven er nu uitzien wanneer er geen rechter is? Wanneer er geen ambtenaren zijn? Nou, ik zal er geen grapje over maken, want het ligt voor de hand. Of wanneer we geen volksvertegenwoordigers hebben, of geen politiemacht. En dan proberen ze daar natuurlijk een beschrijving van te geven. Die theoretie van het sociaal contract. Ja. Dus hoe zou die natuurtoestand eruit zien?
En uit die beschrijving zou moeten volgen waarom een staat nodig is en waarom die staat legitiem gezag uit kan oefenen. En Hobbes vertrekt eigenlijk vanuit ja, een soort psychologie van de mens die fundamenteel draait rond eigenbelang en zelfbehoud. He? Dus die natuurtoestand is een toestand waarin iedereen streeft naar hetzelfde. Voedsel, hout om een huis te bouwen, zaken die je nodig hebt om in leven te blijven. En wat is het grootste probleem, zegt hij, er is sprake van relatieve schaarste. Er is niet voldoende voor iedereen. Mm-hmm. En dan komt die notie van gelijkheid. Want hij zegt, ja, als ik veel sterker ben dan een ander, echt veel sterker of veel slimmer, is dat geen probleem. Overheersing, ja. Op die manier kun je jezelf in stand houden. Maar hij zegt, het grootste probleem is natuurlijk dat we veronderstellen dat die mensen in de natuurtoestand fysiek min of meer gelijk van kracht zijn. Het kan zijn dat jij ietsje sterker bent dan ik, maar als jij slaapt en ik ben een beetje slinks, pak een knuppel, boem. Ja. En dus ik ben nog steeds een bedreiging voor jou. En ook, zegt hij, op mentaal niveau zijn mensen ook min of meer gelijkaardig aan elkaar. Ik wil niet zeggen dat de een niet slimmer is dan de ander. Maar daar heeft hij een redelijk rare rechtvaardiging of argument voor. En dat is omdat iedereen tevreden is met hoe slim ze zijn. Ja, iedereen denkt toch dat hij slimmer is dan een ander. Ja, dus, ja. Dus daarom zijn dat is een bewijs voor dat we waarschijnlijk allemaal even... Ja, het was... Nou, we kunnen het er lang over hebben. Maar het is in ieder geval, als je het leest, is het een rare rechtvaardiging natuurlijk. Ja. Hè, dat je zegt, ja, maar iedereen denkt toch dat hij veel slimmer is dan een ander. En dan lijkt hij bijna te zeggen, en dan kun je eruit afleiden dat we toch allemaal min of meer even slim zijn. Ja. Hè? Maar dan zit daar de uitdaging natuurlijk. Hè? Op het moment dat iedereen hetzelfde wil om zijn zelfbehoud te garanderen. En je hebt er ook nog een natuurrecht op, zegt hij. Je hebt het fundamentele recht op alles of om alles te doen wat nodig is voor je zelfbehoud. Hmm. Nou, dan zegt hij, dan zie je daar de drie grootste oorzaken eigenlijk voor die oorlog van alle tegen alle. Dan moet ik even nadenken hoor. Wedijver, wantrouwen en trots, reputatie. Ja. Kan het niet meer herstellen. Als het fout is, dan bij deze meteen maar verontschuldiging. Maar dus wedijver, omdat je hetzelfde wil hebben als een ander. En er is niet voldoende. Mm-hmm. Dus dat is competitie. Ja. Ik kan er nooit zeker van zijn dat jij datgene wat ik nodig heb niet van mij zal afnemen. Mm-hmm. Er gaat wantrouwen ontstaan. Ja. En trots is een belangrijke natuurlijk, omdat macht alles is in die natuurtoestand. Dus hoe sterker mijn reputatie is als iemand met wie je niet moet zollen. Laten we het even op jou betrekken. Hè? Hoe meer jij in de natuurtoestand iemand bent met wie niet de zolder valt, ja, hoe meer ik het uit mijn hoofd zal laten om iets van jou te nemen. Hè? Ja. En dus reputatie is belangrijk. Als ik op een bepaalde verkeerde manier naar je kijk, of een beetje verkeerd glimlach, ja, dan moet je reageren. Want je wilt niet dat je reputatie aangetast wordt. Want reputatie is macht. En macht is zekerheid. Hmm. En dus daar zit een logica in die maakt dat het gewoon beter is om die eerste slag toe te kennen. Beter om iemand eerst te slaan, dan om te kijken of een ander te vertrouwen is en wat een ander gaat doen. Nee, in een situatie waarin zelfbehoud fundamenteel belangrijk is, waarin er niet voldoende is voor iedereen, kun je eigenlijk beter beginnen met te slaan dan te kijken of iemand te vertrouwen is. Dus dat staat er ook volgens mij in, inderdaad. Want je zou kunnen argumenteren dat er waarschijnlijk goede mensen in de wereld zijn die zich zullen meer bekommeren om hun eigen veiligheid dan om andere mensen te doden, om zichzelf te verbeteren. Maar je weet nooit wanneer je volledig veilig bent. Dus het is alleen maar rationeel dat je overgaat tot doden. Het is een volledig rationeel systeem. Dus wie gericht is op zijn eigen belang, in een toestand waarin er niet voldoende is voor iedereen, die zal proberen om voor zichzelf zoveel en misschien nog meer te bemachtigen als hij of zij nodig heeft om een leven te blijven. En die zal die ander proberen ver van zich af te houden. Ja, en die ander hoeft niet per se een ander persoon te zijn. Het kan wel zijn dat in deze staat groeperingen ontstaan. Ja, natuurlijk, je hebt ook gezinsverbanden. Hè? Dus dat daar op de een of andere kleine groepen ontstaan, zeker. Mm. Je hebt natuurlijk ook gewoon gezinsverbanden, dus dat is mogelijk. Ja, maar er is niet zoiets als een samenleving zoals Locke dat wel zou stellen. Dus buiten het niveau van de staat is er geen samenleving mogelijk. Is er geen nijverheid mogelijk, geen economie. Mm. Is er geen goed en kwaad, nog geen mijn en dijn. We hebben eigenlijk een natuurtoestand die in wezen continue dreiging van geweld en conflict is. En hoe reëel is dat? Want ik begrijp natuurlijk dat hij geen historische weergave van dingen laat zien. Ja. Maar is het niet zo dat mensen zich altijd organiseren? In een bepaalde hiërarchie of in een bepaalde groepering, ook al is daar geen staat bij.
Dus ja. zou hij geen ruimte laten voor tribale gemeenschappen? Of zou hij dat ook al een staatsvorm noemen? Nou, ik denk dat je misschien een andere vraag zou moeten stellen. Klopt het dat de mens fundamenteel gericht is op zijn eigen belang en alleen op zijn eigen belang? Of kunnen we historisch, evolutionair of op een andere manier aantonen dat mensen wel degelijk oog hebben voor de belangen van anderen en dus altruïstisch zijn of mede zijn en dat op die manier of op die basis eigenlijk toch veel meer ruimte kan zijn voor wat jij noemt kleine gemeenschappen, et cetera. Dus ik denk het interessante zou zijn om te kijken, klopt zijn psychologie van de mens? Ja, dan even een wedervraag, dan nog een wedervraag. Bedoel je daarmee dat tribale connectie, de tribale gemeenschappen voortkomen uit altruïsme? Ja, dit is voor mij wat wankelterrein, want ik zit niet zo heel erg in die evolutionaire geschriften om daar een uitspraak over te doen, hè, om te zien hoe dat dan ontstaat en hoe je aan moet kijken tegen die tribale gemeenschappen en of je dat dan een staat kunt noemen. Ik zit minder op dat terrein. Vandaar dat ik net probeerde wat te verschuiven van het onderwerp. En te zeggen, voor mij zou eerder de interessante vraag zijn of die kenschets die hij geeft van die psychologie van de mens, die vrij negatief is, of die in wezen klopt. Of dat je moet zeggen dat dat toch ruimte is voor andere motieven dan louter het belang van het individu zelf. Ja. Dus is er sprake of ruimte voor altruïsme? En als dat er is, zou je ook zeggen dat het denken over de staat, maar ook het denken over rechtvaardigheid, op een andere wijze ingevuld gaat worden dan Hobbes het zelf doet. Hmm. He, dus vanaf het moment dat je die mens schetst, niet alleen als een rationeel individu dat gericht is op zijn eigen belang, maar als een individu dat ook gericht is op de belangen van anderen. Dat ook relaties van liefde kent en van vriendschap en van gehechtheid. He, dat is eigenlijk wel iets wat Martha Nussbaum probeert te laten zien. He, hoe het rechtvaardigheidsprobleem heel anders zichzelf zal voordoen wanneer je niet start vanuit de gedachte van rationele individuen die op hun eigen belangen gericht zijn, maar wanneer je vertrekt vanuit de gedachte dat wij als mens afhankelijk zijn, soms van zorg afhankelijk van anderen zijn. Liefde hebben van anderen. En liefde hoeft dan niet te zijn in een relatie tussen twee partners, maar dat kan ook zijn liefde voor kinderen, kan ook zijn liefde voor vrienden. Ja. Ik denk dus dat je zou stellen dat die kenschets van Hobbes van de menselijke natuur niet helemaal klopt, of dat die te eenzijdig is. Ja, wat mij betreft absoluut ja. Ja. En dat vertekent ook, wat mij betreft, de manier waarop hij nadenkt over de staat en hoe hij nadenkt over kwesties als rechtvaardigheid of verdelende rechtvaardigheid. Juist een beetje vanuit zo'n beperkt mijn subjectief oordeel natuurlijk, begrip begint van wat het betekent mens te zijn of wat een mens is. Ja. Of hoe die menselijke psychologie daar functioneert. Ja, ja. Is het belangrijk om dat ook te bespreken voordat we overgaan naar zijn beschrijving van de staat? Of kunnen we daar beter later op terugkomen, denk je? Nee, ik denk dat vanuit die beschrijving van hoe die mensen in elkaar zit, linea recta volgt, waarom hij pleit voor een staat met bijna absolute macht. Ja. He, dus die logica van conflict, van geweld, van continu streven naar zaken die je nodig hebt om je zelfbehoud te garanderen, waarbij een ander wordt gezien als bedreiging, die kan alleen maar beëindigd worden wanneer we boven die partijen een staat hebben die zoveel macht heeft dat eigenlijk die vrede gewaarborgd kan worden. He, dus het voornaamste doel van die staat is natuurlijk het zelfbehoud garanderen. Ja, ja. En daar heb je gewoon een soeverein voor nodig die voldoende macht heeft om ervoor te zorgen dat wij elkaar niet meer na het leven staan. Want er is inderdaad op een moment in die natuurlijke toestand waarin we switch maken naar een staatsvorm. En dat is omdat we het op de een of andere manier rationeel ingaan zien dat het beter is als we ons recht op zelfbeschikking overgeven aan een derde partij. Ja. En die derde partij ons beschermt en het recht of de plicht heeft om ons leven te waarborgen. Ja. Maar waarom ons het doel van de staat is om ons zelf behoud, ons veiligheid gaan bieden. Ja. Ja. Maar waarom ontstaat die switch? Waarom ontstaat die realisatie dat we beter onze macht kunnen afgeven aan een ander? Nou ja, vanuit die gedachte dat die natuurtoestand natuurlijk in wezen een toestand is van oorlog. Dat wil niet zeggen dat er altijd sprake is van oorlogsgeweld, maar de dreiging is continu aanwezig. En dus de rationele overtuiging zal zijn, hoe ontkom je nu aan een toestand waarin je continu een ander zou moeten wantrouwen, waarin je continu
in moet zitten over je eigen veiligheid. Van jezelf of van je kinderen. Ja, dan zegt die rationaliteit natuurlijk, ja, die kunnen we alleen maar, die toestand alleen maar verlaten wanneer we besluiten om met elkaar een groot gedeelte van onze vrijheid af te staan, of hij spreekt eigenlijk over neerleggen, en niet overdragen aan een instantie die boven ons staat. Dat is gewoon de logica, gebied dat bijna. Alleen natuurlijk, het probleem zit erin, ja, wie gaat de eerste zijn? Dus die natuurtoestand kent een heleboel natuurwetten. En de twee eerste die hij bespreekt is, probeer vrede na te streven waar mogelijk is. Ja. Indien het niet mogelijk is, dan mag je alle middelen gebruiken die je nodig hebt om jezelf bouwen te garanderen. En de tweede, moet ik even uit mijn hoofd doen, maar zegt zoiets als, op het moment dat een ander eigenlijk bereid is om die toestand van vrede te bereiken. Mm-hmm. Dus als iemand anders bijna zo gek genoeg is om als eerste een stapje terug te doen, hè, om geen bedreiging te vormen voor een ander, dan zegt hij, ja, dan zou je eigenlijk op dat aanbod al bijna moeten ingaan. Maar de moeilijkheid zit natuurlijk in, hoe ga je verklaren dat die eerste... Hoe ga je die vertrouwen? Nou ja, ook. En wie gaat dat zijn die als eerste besluit om een stap terug te doen en te zeggen, ik ga nu niet proberen om alles te nemen wat ik nodig heb voor mijn eigen zelfbehoud. En ik ga nu niet proberen om die logica van wantrouwen door te zetten. Ja, hij spreekt dan over de fool's paradox. Maar dus wie is de eerste die inderdaad gaat zeggen, op het moment dat ik denk dat jij bereid bent om voor die vrede te kiezen, ga ik jou vertrouwen? Of ben ik dan eigenlijk gekke Henkie en word ik achteraf, om het bruut uit te drukken, genaaid en trek aan de kortste eind. Ja, en ik denk ook, er zijn natuurlijk meer manieren waarop je hierin kan gaan. Je kan bijvoorbeeld gaan kijken, oké, psychologisch gezien, wat gebeurt er in de hoofden van de mensen die in zo'n natuurlijke toestand leven en wat zou er iemand toe drijven om inderdaad het risico te lopen om gekke Henkie te zijn. Ja. En wat zou er iemand anders toe drijven om dan dat toch te accepteren. Ja. Ik denk alleen dat Hobbes zich daar heel niet zo goed voor leent. Of dit metafoor van Hobbes daar zich niet zo goed voor leent, omdat hij een heel logische, mechanische denker is. Dus hij heeft puur over rationeel gezien, is het logisch dat iemand dit zou gaan doen. Dat het hier naartoe zou gaan. Ja. En de psychologische beschrijving van iemands motivatie daarin, dat is voor hem denk ik niet zo heel belangrijk. Nou, hij heeft natuurlijk wel een hele specifieke omschrijving van die motieven die we zouden hebben in die natuurtoestand. Mm-hmm. En hij meent dat vanuit die specifieke omschrijving, van de mensen als gericht op eigen belang in de situatie waarin sprake is van schaarste, ja, dat wat hem betreft, daaruit volgt dat mensen toch met elkaar zouden besluiten om die politieke toestand te betreden. Ja. Om zich te onderwerpen aan het gezag van een overheid. Dus hij is daarvan overtuigd dat die premissen bijna leiden tot de volgende conclusie, dat een logisch geheel is. Maar dat lijkt me dan heel lastig om voor te stellen, omdat ik zie het voor me wanneer dat twee mensen, wanneer het om twee partijen gaat, drie partijen misschien zelfs, wanneer je een hoeveelheid mensen hebt die met elkaar rationeel kunnen praten. Ja. Maar ik zie het niet gebeuren in een oorlog van alle tegen alle, dus waarin er alleen maar familiebanden zijn en er misschien honderden en duizenden families zijn die tot zo'n overeenkomst moeten komen. Ja. Dus daarom was mijn eerdere vraag, kan er in de oorlog tegen, van alle tegen alle, kunnen daar ook groeperingen ontstaan? Want wat ik me kan voorstellen is dat er een aantal zeer grote bruten al macht vergaren en realiseren van, we hebben nu zoveel, het is misschien slimmer om met z'n drieën, vieren, vijven de macht die we hebben te verdelen onder één afgevaardigd van ons. Maar ik denk dat je op moet passen, nee niet je hoor, maar dat we op moeten passen om die theorie van het sociaal contract niet als een soort historisch proces te zien. Hè? Alsof er ooit een toestand was die we een natuurtoestand noemen. Alsof in die toestand iedereen streeft naar dezelfde goederen om zijn eigen veiligheid te garanderen. En alsof die met elkaar dan op de een of andere manier tot een overeenstemming zijn gekomen om een staat op te richten. Hè? Hoewel je in die theorie van het sociaal contract wel degelijk auteurs ziet die zeggen, die theorie van het sociaal contract geeft eigenlijk een soort reële beschrijving weer. Hmm. Hoe ooit in het verleden een groep mensen tot de beslissing is gekomen, dat ze die natuurtoestand verlaten
en uiteindelijk een toestand oprichten die we dan de politieke of de burgerlijke toestand kunnen noemen. Daar zijn wel degelijk auteurs geweest. Maar ik denk dat voor Hobbes natuurlijk een gedachte-experiment is. Hè? Dat hoort de toeschouwers zien toch niet dat het een lawaai is op de achtergrond. Ik denk dat het voor hem een gedachteconstructie is. En dat we ons niet te sterk moeten vastpinnen op, gaat dat nu wel historisch zo? Zou dat inderdaad zo gaan dat als je een aantal mensen in die omstandigheden plaatst, dat ze dan besluiten om? Ja. Ik denk eerder dat het een gedachte-experiment is, waarbij je gewoon als lezer van het werk van Hobbes de vraag moet stellen, waarom denk ik nu dat de overheid legitiem gezag over mij kan uitoefenen? Waarom hebben we eigenlijk een staat nodig? Ik zie het eerder in constructieve zin als een poging toch ook om iedereen aan het denken te zetten. Hmm. We gaan er zo vanuit dat we in een staat leven waarin we moeten voldoen aan bepaalde regels, waarin we een overheid hebben, dat we die vraag eigenlijk veel minder stellen van, ja, maar hoe komt het nu dat we in een staat leven waarin er regels zijn die eigenlijk op een fundamenteel niveau vertellen wat we moeten doen en laten? En waarom vinden we het normaal, en ik denk grotendeels terecht, dat die regels er zijn? En daar denk ik dat Hobbes en Locke en anderen eigenlijk ons toch een gedachte-experiment voorschotelen om voor onszelf te kunnen bepalen. Misschien ben ik het niet eens met Hobbes over die beschrijving van die natuurtoestand. Maar wat zou ik zelf zeggen? Hoe zou ons leven eruit zien? Of wat betekent het überhaupt als mens buiten die toestand van de staat te leven? Hoe kenschets je dat? Wat mens zijn is? Ook een hele mooie vraag natuurlijk. Alleen op basis van die soort rationele, egoïstische logica? Ja. Of kom je met een ander besef van waarom je, wat het betekent mensen zijn? Dat gaat ook voor iedereen die dat werk leest, of iedereen die zich die vraag stelt, gaat ook voor een groot gedeelte bepalen hoe je vindt dat de staat eruit moet zien. Hoe je vindt dat de staat ingericht moet worden. En dus jouw antwoord, mijn antwoord, het antwoord van een ieder op die vragen, is denk ik een niet alleen iets wat beantwoord moet worden, maar het daagt je ook uit. Ik denk dat daar veel eerder het mooie van dat systeem zit dat Hobbes ontwikkelt. Om je inderdaad een mogelijk antwoord te geven op die vraag naar de legitimiteit van de staat. En dan kunnen we natuurlijk verder gaan. Waar zijn we het eens met hem of niet? Maar ik denk dat we moeten proberen om hem niet als een soort historische analyse te zien. Alsof er feitelijk ooit een natuurtoestand is geweest. Hij geeft natuurlijk wel aan dat hij voorbeelden kan geven. Dan zegt hij, kijk eens naar de relaties tussen koningen. Dat is eigenlijk ook een natuurtoestand. Of kijk eens in die terminologie van toen. Koningen en natuurtoestand? Ja, de... Omdat er geen staat bovenaan is. Ja, precies. Ja. Dus die vorsten staan nog steeds tegenover elkaar als bijna gladiatoren, als strijders. En hij verwijst dan ook naar, kijk eens naar Amerika, waar we nog steeds de wilden hebben. En is dat dan niet een natuurtoestand? Dan lijkt het te zijn alsof hij pretendeert alsof die natuurtoestand historisch, een historische toestand is. Maar in wezen is het gewoon een gedachte-experiment. Waarom vinden we nou eigenlijk dat we een staat nodig hebben? En ik zou het al heel mooi vinden als mensen inderdaad voor zichzelf gaan bepalen, ja, waar die wetten voor nodig zijn, hoe dat stoelt op jouw idee, mijn idee van wat het betekent mensen zijn, en hoe die staat ingericht wordt. Ik denk dat we daar veel te weinig over nadenken en dat Hobbes en Locke daar wel een aanzet voor geven. Ja, en als we dan kijken naar die staat die Hobbes beschrijft, ja. Waar komen we uit? We komen uit bij, hetzij een koning met bijna absolute macht, hetzij een kleine groep van mensen die gezamenlijk bepalen welke wetten uitgevaardigd worden of welke regels gelden. Hij spreekt af en toe over een monarch en af en toe, als ik het goed heb in het Engels, over een assembly. Ik weet niet helemaal zeker hoor, maar of hij die term gebruikt. Maar dus we gaan uitkomen bij een bijna absolute staat. En moeten het mensen zijn? Kan het ook een wetboek zijn? Kan de grondwet? Kan een grondwet de... Nee, de soeverein is een persoon of een... die eigenlijk het politieke lichaam, zoals hij dat noemt, representeert. Het gaat echt om de persoon. Hij spreekt over de persoon van de vorst. Dus het moet een persoon zijn. En deze staat is ook geen ruimte voor een parlement of een adviserend orgaan of een rechterlijke macht.
voor zover een parlement zou betekenen dat we een spanning gaan krijgen tussen de macht van de soeverein en de macht van het parlement, wat er in die tijd en later natuurlijk wel degelijk was, moet je weten dat de macht in wezen natuurlijk bij de soeverein komt te liggen. Ja, dus het is gewoon, hij pleit voor een dictatuurschap in principe. Wat zei hij? Hij pleit voor een dictatuurschap, een dictator. Hopend dat hier geen hop-specialisten kijken en ik even ongenuanceerd antwoord. Ga ik gewoon botweg zeggen, hij pleit voor toch een bijna absoluut machtige soeverein. Ja. Ja, en dat is dus... En natuurlijk, je kunt er heel veel over zeggen over parlement en die specifieke invulling daarvan. Maar ik probeer me, om niet te lang aan het woord te zijn, daar heel eventjes gewoon makkelijk van af te halen. Ja, oké. Okay. Nou, ik ben toch wel benieuwd naar wat je daarover zou willen zeggen. Wat je nu aan het afhouden bent over parlement en dergelijke. Nou, omdat ik wat ik af wil houden is natuurlijk een hele historische schets van hoe in zijn tijd dat politieke stelsel in elkaar zat en welke spanningen je daar had. Mm-hmm. En hoe je dat moet begrijpen, al die relaties, dat vergt en veel tijd. En moet ik gewoon bekennen dat ik op dat punt wel een aantal dingen weet, maar absoluut niet historisch genoeg onderlegd ben om heel nauwkeurig te schetsen hoe die politieke constellatie in die tijd was, hoe Hobbes er tegenaan keek, hoe dat dan terug gaat komen in zijn systeem. Dus daarom probeer ik die heel even te parkeren. Misschien al heel kort waarom het relevant is om dat te begrijpen voor Hobbes, gewoon heel algemeen. Nou ja, omdat zijn tijd natuurlijk een tijd is waarin je te maken hebt met een burgeroorlog, met godsdienstoorlogen. Mm-hmm. Dus zijn tijd wordt ook gewoon gevoed, zou je bijna kunnen zeggen, door conflict en door geweld en door wantrouwen. Die bekende anekdote ken je natuurlijk ook. Ik weet niet, ik zal moeten nakijken of die klopt, ik denk het wel hoor. Dat hij zegt dat toen hij geboren werd, de Spaanse Armada eigenlijk aan het optrekken was. Klopt historisch geloof ik niet helemaal hoor, maar in ieder geval, dus zijn aanvoelen van zijn tijd en gegeven hoe die historische periode toen in elkaar zat, met al die toch wel vreselijk grootschalige conflicten, zal zijn blik wel op die kwestie wel beïnvloed hebben. Ja. Ja. Maar ik schrik altijd een beetje terug om te zeggen, een filosoof denkt op een bepaalde manier en we kunnen dat verklaren gegeven de tijd waarin hij of zij leeft. Of gegeven wat in zijn of haar leven gebeurd is. Daar heb ik ook wat moeite mee. Je kunt er wel iets over zeggen, maar als je het echt gaat reduceren tot... Je hebt helemaal gelijk. Het is heel lastig. Of het is problematisch om zulke denkers te gaan psychologiseren. Ja. Want het kan natuurlijk kloppen. Het kan natuurlijk heel goed kloppen. En het zal waarschijnlijk ook zo zijn dat die tijd zijn denken beïnvloed heeft. Ja. Logisch ook. Maar ik denk dat het belangrijk is om te weten, staat dat denken op zichzelf, staat het echt voor? En kun je het op zichzelf zijn bekritiseren of verdedigen over het. Dus we hebben die staat, we hebben een soevereine macht die eigenlijk alles kan bepalen. Ja. En we hebben ook geen protestrecht in principe. We geven alle recht af om ons te kunnen... Ja. Nou, wat je wel hebt, natuurlijk, die theorie van het sociaal contract stelt de vraag naar de legitimiteit van machtsuitoefening. Mm. Wat daar natuurlijk mee samenhangt, is dat op het moment dat je instemt met het feit dat macht over je uitgeoefend wordt, dan zit daar ook een soort gehoorzaamheidsplicht bij. Mm. Dus je kunt de vraag ook anders stellen. Het is een klein beetje een aanloop. Hè? De vraag is natuurlijk ook, waarom moet ik wetten gehoorzamen? Als wetten macht over me uitoefenen, waarom moet ik dat gehoorzamen? Dan geeft die theorie van het sociaal contract het antwoord instemming. Oké. Maar de interessante vraag waar jij nu op wijst is natuurlijk, moet ik altijd alle wetten gehoorzamen? Of heb ik het recht om soms wetten naast mijn leer te leggen? Heb ik het recht om me soms te verzetten tegen de soeverein? En dan zie je dat Hobbes heel expliciet gaat ontkennen dat het volk het recht gaat hebben om zich van die soeverein te ontdoen, collectief, op het moment dat dat volk het eigenlijk niet eens is met de wijze waarop die soeverein regeert. Er is geen collectief recht van verzet. Ja. Wat je natuurlijk wel gaat krijgen bij Locke. Het enige wat je hebt is het volgende. Op het moment dat de soeverein jouw zelfbehoud niet meer kan garanderen, dan heb je eigenlijk niet meer die verplichting, kan er bijna ook niet anders, om die soeverein te gehoorzamen.
Dus jij als individu, mm-hmm, hè, hebt wel degelijk de mogelijkheid om je op basis van geweld te verzetten. Bijvoorbeeld wanneer je veroordeeld wordt wegens een misdaad en je wordt in een gevangenis gezet en je moet naar het schavot. Mm-hmm. Dan is de logica natuurlijk, ja, je zelfbehoud kan niet meer gegarandeerd worden. Dat is het voornaamste doel voor het bestaan van die staat. Op het moment dat dat niet meer gegarandeerd kan worden, ja, vervalt eigenlijk die individuele verplichting om, ja, die soeverein te gehoorzamen. En dus heb je wel degelijk de mogelijkheid om je te verzetten. Maar collectief niet. Maar alleen als individu. Je hebt ook niet als individu het recht om je te organiseren, om je te verzetten tegen de soeverein. Tenzij jullie allemaal... Ja, er zit een hele, hele rare logica natuurlijk in, waarbij je bijna kan zeggen, ieder individu heeft de mogelijkheid om zich te verzetten wanneer zijn individuele zelfbehoud niet meer gegarandeerd wordt, mm-hmm, door de staat. Mm-hmm. Tegelijkertijd is er geen collectief recht op verzet. Ja. Maar een interessante piste gaat natuurlijk zijn, ja, hoe zit dat dan wanneer we ons toch gaan verenigen? Ja, dan wordt het al bijna een soort collectieve vorm van verzet, hè? Want dan gaan we ons verenigen, ja, ja, om ons gezamenlijk tegen die soeverein te verzetten. Ja, daar is geen ruimte voor. Hè? Voor een soort gezamenlijk, mm-hmm, recht wat wij hebben om de soeverein af te zetten op het moment dat wij vinden dat die staat niet rechtvaardig organiseert. En bij Locke heb je dat vanzelfsprekend wel. Ja. Ja. En de reden waarom hij zo strikt hierop is, is omdat hij zegt dus dat maakt uit wat voor situatie, in wat voor situatie je zit onder de soeverein. Het is altijd beter dan een natuurtoestand. Alles is beter dan een natuurtoestand. Ja. Zelfs wanneer je in een onder het leven van een diabolische, martelende tiran zit. Nou ja, dus op het moment natuurlijk dat die soeverein jou gaat martelen, ja, en jouw zelfbehoud staat op het spel. Ja. Ah, oké. Okay. Dus zelfbehoud is wel verder dan alleen maar je leven. Dat gaat, nou ja, zelfbehoud. Wanneer je eigen veiligheid en zelfbehoud niet gegarandeerd wordt, dus wanneer jij gemarteld wordt, heb je gewoon de mogelijkheid, de legitieme mogelijkheid, ja, om je te verzetten. En dus daarmee ook te onttrekken aan het gezag van die soeverein. Ja, dan ontbind je het, ja, contract in principe. Nou, je ontbindt het contract niet, want je gaat geen contract aan met de soeverein, hè? Hoe werkt dat dan? Dus die theorie van sociaal contract. Als ik me voorstel is dat je juist wel een contract aangaat. Ja. En dus, ja, dit is jouw voorzet, hè, als ik dan, ja, uitleg ga geven. Ja. Sorry, maar ik zal het heel snel doen. Hè. Dus die theorie van het sociaal contract kun je in twee belangrijke delen, denk ik, uiteenhalen. Of je kunt zeggen het is een reëel of een hypothetisch contract. Hmm. Waarbij wij als individuen uiteindelijk de beslissing nemen om een staat op te richten. Ja. Okay. Of je kunt zeggen het is een soort onderwerpingsverdrag. Waarbij wij als volk besluiten om onze macht af te staan aan de soeverein. Mm-hmm. Dan heb je dus een soort verenigingscontract, hè, waarbij wij met elkaar, dan zitten we nog in die natuurtoestand, eigenlijk zijn we nog geen wij, maar losse individuen, ja, met elkaar de beslissing nemen om een staat op te richten, of om onze relaties via het recht onder het gezag van de overheid te regelen. Oké. Die andere is een soort afspraak die je met een politieke heerser maakt. En dan, mm-hmm, kun je zeggen, als je dit contract niet nakomt, dan is er sprake van contractbreuk. Hè? Mm-hmm. En dan hebben wij een legitieme reden om ons hier tegen te gaan verzetten. Ja, wat je natuurlijk bij Hobbes ziet, is al een moeilijkheid, hoor. Maar in wezen zou hij zeggen dat je in die natuurtoestand natuurlijk individuen krijgt die met elkaar besluiten om een staat te creëren waarbij de soeverein, de vorst, de representant is van dat politieke lichaam. Mm-hmm. Maar je gaat geen contract aan met die soeverein. Want in wezen natuurlijk is er nog geen volk dat met die soeverein een overeenkomst kan aangaan. Het enige wat we hebben in die toestand zijn individuen die om hun eigen belang bekommerd zijn, die dan gezamenlijk besluiten een staat op te richten, waarbij eigenlijk in die handeling we ook meteen ook een soort soeverein krijgen die daar, ja, binnen die, dat politieke verband, die bijna absolute macht heeft. En dus je hebt geen contract, je hebt geen afspraak met die soeverein. Want dan kun je zeggen, dan kun je hem terugfluiten, hè, of haar. Dan kun je zeggen, ja, maar kijk eens, we hebben een afspraak gemaakt. Nee, er is geen afspraak. Locke zou natuurlijk, bij Locke krijg je een hele andere redenering. Hè? Die, mm-hmm, zou zeggen, in die natuurtoestand heb je een aantal fundamentele rechten, natuurrechten. Het recht op leven,
het recht op eigendom, het recht op gezondheid, life, liberty and estate. En die fundamentele rechten die gelden in die natuurtoestand. In die natuurtoestand is ook een samenlevingsvorm mogelijk. Wat die staat moet doen, is die pre-politieke rechten, het zijn morele rechten, maar nog niet echt gegarandeerd, hè? Dus zijn nog geen politiek-juridische rechten, die moet die staat garanderen. En dus die staat heeft een hele expliciete opdracht om morele rechten te garanderen. En dan kun je heel makkelijk zeggen... garanderen tegenover wat? Tegen inbreuk. Tegen inbreuk. Schending. Okay. Hè? Dus die staat moet garanderen dat in wezen ik geen bedreiging vorm voor jouw rechten, jij niet voor mij. Zodat in wezen die fundamentele rechten die we allemaal hebben gewaarborgd worden. Hmm. En bij Locke volgt daar een enorme inperking van de macht van de staat uit. Want als die staat iets moet garanderen wat in die natuurtoestand al aanwezig is, fundamentele, soort morele rechten, en de staat moet die garanderen. En dat vormt ook een soort inperking meteen van die staatsmacht. Mm-hmm. Dan zie je waarom daarbinnen veel ruimte is voor je te verzetten. Maar bij Hobbes is dat niet. Hè? We hebben gewoon die logica van de natuurtoestand. Geen samenleving mogelijk. Maar bij Hobbes hebben we nog wel het recht op zelfbehoud. Het natuurrecht op zelfbehoud. Zeker, maar je hebt een fundamenteel recht om jezelf in stand te houden. Je eigen veiligheid te garanderen. Maar in die natuurtoestand ga je dat naleving van dat recht besluit je zelf over. Mm-hmm. In die toestand van die staat gaat de staat natuurlijk een groot gedeelte voor jou bepalen wat de beste manier is om dat zelfbehoud te garanderen. En het enige moment waarop je weer dat recht als het ware terug kan nemen, dat klopt niet helemaal, maar als ik dat toch even zo verder doorredeneer, is op het moment dat die staat een fundamentele bedreiging gaat worden voor jouw veiligheid. Dan valt eigenlijk dat recht om alles te kunnen doen en alles te kunnen pakken wat ik nodig heb voor mijn zelfbehoud. Het oordeel daarover ligt wel volledig bij mij. Dus als ik even samenvat, is het bij Hobbes het geval dat mensen zijn egoïstisch en zijn gericht op zelfbehoud. Ja. En daar hebben ze alle recht toe, want het is ook niet raar als je jezelf je leven wil behouden. En dat is een soort fundamenteel natuurlijk streven. Streven, inderdaad. Ja. En dat is ook rechtvaardig dat er is. Nou, hij spreekt nog niet over rechtvaardig of onrechtvaardig. Hij spreekt natuurlijk over rechtvaardigheid pas als die staat er is. Maar wel, dit is gewoon een fundamenteel natuurlijk recht, zou je dat noemen. Hè? Dus iedereen streeft gewoon naar zelfbehoud. Mm-hmm. Hè? En zal alles doen wat nodig is om dat zelfbehoud te garanderen. Ja, en voordat er een soeverein is, kun je niet zeggen of iets goed of slecht is of fout of slecht is, of hoe ver je zou mogen gaan om dat zelfbehoud te garanderen. Nee, voordat die soeverein er is, is er geen sprake van mijn of dijn, van eigendom, of van rechtvaardig of onrechtvaardig, of goed of slecht. Nee, is er niet. Omdat dat fundamenteel samenhangt natuurlijk met het leven in een samenleving, waarin pas relaties eigenlijk tussen mensen mogelijk zijn. Ja, dus, binnen een context waarin je kunt spreken over eigendom en wat van jou is en wat van mij is. En hoe we die onderlinge relaties kunnen regelen. Dus bij Hobbes is er geen sprake van eigendom in de natuurtoestand, maar wel wanneer de soeverein er is. En bij Locke is het andersom, dan heeft iedereen recht op eigendom. Ook in de natuurtoestand. Ja, daar begin je met een fundamenteel recht, een natuurlijk recht op eigendom. En de staat moet dat recht garanderen. Dus daarom is er een staat nodig, omdat we anders in een oorlog van alle tegen alle vallen. Of tenminste, omdat het rationeel is. Nou, dus bij Hobbes is het rationeel. Hè? Dus daar krijgen we een schets waarbij die gewoon zegt, als mensen gericht zijn op hun eigen belang, in een toestand waarin er niet voldoende voor iedereen is om een leven te blijven, als ik het bot uitdruk, dan zal die logica van eigenbelang leiden tot een staat. En die staat heeft bijna absolute macht. Hier krijg je, jaartallen zijn niet helemaal goed hoor, maar 1651, Leviathan van Hobbes, 1690 ergens, krijg je de Second Treatise of Government, eigenlijk zijn Two Treatises of Government, van Locke. En ja, Locke die reageert natuurlijk op die kenschets van de natuurtoestand. En die zegt, ja, die natuurtoestand is eigenlijk geen toestand van oorlog. Het is eigenlijk een toestand van volmaakte vrijheid. Waarin samenleven mogelijk is. En waarin mensen ook nog een aantal fundamentele rechten hebben.
op leven, gezondheid, eigendom, etc. En dus zijn kenschets van die natuurtoestand is een hele andere. Er is een vorm van samenleven mogelijk. Er zijn fundamentele rechten. En niet alleen jouw zelfbehoud is belangrijk, maar eigenlijk het voortbestaan van de mensheid als geheel wordt als belang naar voren gebracht. Dus waar je bij Hobbes die logica krijgt van rationeel eigenbelang. Hmm. In het Engels krijg je dan interest natuurlijk. Hè? A rational interest. Krijg je bij Locke een verhaal dat steunt op hele duidelijke morele veronderstellingen. Hè, waarbij je rechten hebt. En hoe ontstaat dan nu, denk ik dat de vraag gaat zijn, hoe ontstaat dan toch dat conflict? Dus waarom heb je toch een staat nodig? Nou, wat ik me eerst wil afvragen is waarom Locke afwijkt van Hobbes' kenschets van de menselijke natuur. Dus waarom zegt hij dat er in principe dus niet iedereen alleen maar op zelfbehoud gericht is? Eén. En ja. Waarom zegt hij dat er wel eigendom mogelijk is? Want bij Hobbes snap ik waarom er geen eigendom mogelijk is in een natuurtoestand. Ja. Er is geen derde macht die garandeert dat het eigendom van jou is. Of waar je naartoe kan wanneer het van je gestolen wordt. Ja. Of kapot gemaakt wordt. Dus hoe zit dat bij Locke dan? Waarom is er wel zoiets als eigendom? Ja. Ja. Nou ja, omdat hij natuurlijk daar stelt dat wij als mens een aantal fundamentele rechten en vrijheden hebben. Die zijn natuurlijk in die natuurtoestand nooit permanent gewaarborgd. Mm-hmm. Hè, als je zou zeggen, heb je nu een recht op eigendom en kun je daar binnen grenzen ergens op vertrouwen dat dat eigendom ook veilig is? Ja, in die natuurtoestand nog niet. Maar daar zit een soort andere interessante logica in. Want hij zegt natuurlijk dat de naleving van natuurwetten. Mijn vraag is denk ik naar iets anders. Hoe wordt bepaald wanneer iets van jouw eigendom is in de natuurtoestand? Ja, wie bepaalt dat? Nou ja, je zou in wezen natuurlijk door moeten trekken. Het is pas binnen die toestand van de staat dat je dat fundamenteel op basis van het recht gaat vastleggen. Oké, okay. Dus in de natuurtoestand van Locke heb je wel recht op eigendom. Ja. Maar je kan niet echt zeggen dat er eigendom is. Ja, dat is natuurlijk een moeilijke, want je kunt natuurlijk zeggen er is wel eigendom. Mm-hmm. Maar de expliciete handhaving en vaststelling en vastlegging wat van wie is, volgens regels die iedereen erkent, die ook nageleefd worden, en waarbij men ook denkt dat die regels ook nageleefd moeten worden, krijg je pas binnen die toestand van de staat. Ja. Dus eigendomsrecht als regels die door een wetgever zijn uitgevaardigd, die op basis van macht worden nageleefd, hè, en waarbij ook duidelijkheid bestaat over die regels, ja, dat krijg je pas alleen op het niveau van de staat. Ja. En die natuurtoestand heb je bijvoorbeeld wel heel duidelijk, jij claimt dat iets van jou is, hè? Jij claimt dat horloge is van mij, wat gaat er gebeuren wanneer ik toch dat horloge probeer te stelen? Ja, wie gaat dan uiteindelijk bepalen wat de juiste straf is, of wie gaat sancties opleggen? Ja, wie zijn de uitvoerders van het natuurrecht in de natuurtoestand? Dat zijn wij. En dan kan er heel snel de zaak gaan escaleren. Ja. Jij zegt dat is van mij. Ik zeg nee, het is van mij. En jij zegt nee, dat is diefstal. En je overtreedt de natuurwetten. Wat gaat de sanctie zijn? Nou ja, afhankelijk van jouw muur kunnen die sancties misschien wel exorbitant zijn. En voor je het weet hebben we een conflict. En dat begrijp ik. Alleen ik vraag me af of Locke dan nu wel Hobbes probleem zoals hij hem schetst wel overwonnen heeft op deze manier. Want Hobbes' probleem is in deze dan dat iedereens claim in principe gelijkwaardig is wanneer we in een natuurtoestand leven. En als we in een natuurtoestand leven, nou, niet gelijkwaardig, hè? Want ik hoef jouw natuurlijk recht op alles wat je nodig hebt om een leven te blijven niet te erkennen. Mm-hmm. Want dat zou mooi zijn. Dat zou betekenen dat ik eigenlijk moet respecteren dat jij ook een recht hebt op alles. En dat als jij iets wil pakken, ja, dat ik moet proberen dat dan niet voor je neus weg te graaien. Hè? Ja. En dat zou Hobbes natuurlijk nooit zeggen. Ik heb het recht op zelfbehoud, jij ook, dat gaat botsen. Ja, en ik hoop dat jij het kortste eindje trekt. Want uiteindelijk wil ik mijn zelfbehoud garanderen. En als ik het met geweld kan garanderen, dan zal ik dat doen ook. Ja. Dus dat is een hele andere logica. Wat ik bedoel daarmee is dat mijn klim op het horloge ja. het gelijk is als jouw klim op het horloge.
Bij Hobbes. Bij Hobbes, ja. Ja, en daarom kun je in principe niet spreken van eigendom. Nee, maar bij Locke heb je natuurlijk al een samenlevingsvorm. Heb je al nijverheid bijna. Kun je al bepaalde economische relaties hebben. En kun je al natuurlijk een context hebben waarbij je zegt, nou, ik heb hiervoor gewerkt. Mm-hmm. En ik heb iets gemengd met mijn arbeid. Daarmee wordt het van mij. Maar als je in de natuurtoestand, kun je natuurlijk altijd conflicten krijgen over het eigendom. Dus hoe zit het dan met arbeid? Als je arbeid verricht op iets, is het van jou? Ja, die arbeidstheorie is een leuke, hè? Dus je gaat er in wezen vanuit dat de wereld als geheel gemeenschappelijk eigendom is. Mm-hmm. We zitten binnen een sterk religieus kader. En hij komt met simpele voorbeelden, hè? Dus hoe weet ik nu als ik een eikel pluk van een boom, of wanneer ik een appel pluk, dat die van mij is? Mm-hmm. Hè? De fundamentele vraag van de eigendom. En dan zegt hij, ja, op het moment dat ik mijn arbeid meng, hè, bijvoorbeeld door land te bewerken, of door die appel te nemen, of die eikel van de boom te plukken, dan meng ik mijn arbeid met iets wat daarvoor nog niemands eigendom was. Mm-hmm. En door dat toevoegen van die arbeid wordt iets van mij. Arbeid is de basis voor erkenning van iets als eigendomsclaim. Oké. Dus tenzij die appelboom natuurlijk op jouw grond staat of al van jou is en ik pluk die appel, dan krijgen we een andere kwestie. Maar als we ervan uitgaan dat die grond en die boom nog van niemand zijn, of een stuk grond nog van iemand is, dan kan door het cultiveren van die grond, ze gaat het bewerken, ik plant daar mais, et cetera, ja, kan de eigendom ontstaan. Dus bij Locke heeft iedereen recht op eigendom en nog twee andere dingen wat je noemde? Ja, life, liberty and state. Life, liberty and state. En vrijheid. En de staat moet zorgen dat die drie dingen eigenlijk gewaarborgd worden. Ja. Maar hoe bestaan er dingen als nijverheid en organisatie en dergelijke al voordat er een staat is. Dat kan. Dat is geen probleem. Kan natuurlijk als jij mais verbouwt en ik heb een mooie vijver waarin ik zalm heb zitten. Dan kunnen we natuurlijk al een soort ruilrelatie krijgen. Of als er meerdere zijn, dan kunnen we op de een of andere manier dat zodanig gaan regelen dat er al een beperkte vorm van economische relaties mogelijk zijn. Ja. Dus in principe. Maar waarom kan ik jou vertrouwen dan op het feit dat goed gaat komen? Ja, maar dus je zit dan heel sterk in die logica van Hobbes. Ja. Je zit heel sterk in die logica waarbij je zegt, in wezen is niemand te vertrouwen, in wezen streven we allemaal hetzelfde na, in wezen is er niet voldoende voor iedereen, en zitten we boem meteen in een logica van wantrouwen. Mm-hmm. Ja, maar vertrek eens vanuit die logica van Locke, hè, denk eens met hem mee. Zou dat buiten die context van de staat samenleven mogelijk zijn? Nou, misschien wel. Zou er binnen dat samenleven ook mogelijk zijn dat we ook ons bekommeren om het bestaan van de mensheid als geheel? Mm-hmm. Kunnen we erkennen dat andere mensen ook gelijke claims hebben? Is dat mogelijk? Ja, ik denk eerder dat je de vraag moet stellen, hoe komt het nu dat ik niet loskom van die logica van Hobbes? En dan daarmee ook meteen Locke gaan bekijken als iemand die heeft het niet door. Ja. Maar de vraag is natuurlijk, waarom zou ik überhaupt vasthouden aan die enorm negatieve kenschets van de psychologie van de mens die Hobbes biedt. Ja, nee, helemaal waar. Ik denk inderdaad ook dat Hobbes van een heel andere axiomatische idee van menselijke natuur vertrekt en Locke weer heel ergens anders. Alleen de vraag waarom ik hem zo stel is, Locke reageert wel op Hobbes. Dus ergens moet hij, denk ik, wel antwoord kunnen geven op die problematische menselijke natuur die Hobbes noemt. Als hij gewoon een andere axioma's afgaat, dan zijn het twee losse traktaten in principe over menselijke natuur. En dan als ze niet met elkaar kunnen communiceren, dan kun je het ook niet echt een antwoord noemen op elkaar. Nou, je kunt natuurlijk wel, op het moment dat je zegt, we vertrekken vanuit een andere kenschets van die natuurtoestand. Hè? Mm-hmm. Waarbij de ene vertrekt vanuit eigen belang en de andere vertrekt vanuit bepaalde morele rechten. Dan zien we dat er een heel ander staatsverband uit voort gaat komen. Mm-hmm. Dan kan ik natuurlijk perfect zeggen, ja, vanuit het Lockeaans kader kan ik zeggen, nou, die premisse waarmee Hobbes begint, klopt eigenlijk niet. Hè? En als ik in die premisse ga beginnen te sleutelen, of daaraan ga zitten sleutelen, komt er een ander staatsverband uit. Dus ik kan perfect zeggen op een heel fundamenteel niveau, de uitgangspunten van waaruit de een of de andere auteur begint, hè, zijn juister of doen meer recht aan de menselijke natuur. De menselijke natuur, of ja, hoe je het zou willen definiëren. En op dat niveau kan je natuurlijk wel degelijk zeggen, Hobbes, je hebt gewoon een aantal dingen niet goed begrepen. Je hebt gewoon een te eenzijdig beeld
van waarom die staat nodig is, of waarom, hoe macht gelegitimeerd kan worden, of hoe die morele psychologie van de mensen in elkaar zit. Hè? En dan kunnen we natuurlijk beginnen te spreken. Hè? Ja, ja. Nee, fair enough. Dus dan ga ik niet proberen om te kijken of Locke wel een goed antwoord op Hobbes heeft, maar gaan we even gewoon een stapje naar Locke doen. Je kunt het ook omdraaien. Hè? Je kunt natuurlijk ook tegen Hobbes zeggen, wat is je antwoord nu op Locke? Ja, die vind ik lastiger, omdat kijk, Locke had natuurlijk het werk van Hobbes gelezen toen hij begon. Dus die zat natuurlijk op een veel beter plek om... Ja, maar dat is zwakte bot, hè. Je moet natuurlijk op basis van die premissen gaan nadenken of waarom vind ik nu dat Hobbes het betere antwoord heeft op het vraagstuk van de legitimiteit van machtsuitoefening. Waarom is er een staat die over ons heerst? Dan druk ik dat heel negatief uit, maar zo bedoel ik het niet. Ja, ja. Waarom, we hebben nog niet over Locke gehad, maar dit is wel een interessant punt namelijk. Maar we hebben hier nog niet echt over Locke. Ja. Over de staat zoals Locke hem ziet. Ja. De rest hebben we volgens mij wel besproken. De reden waarom ik Hobbes interessanter vind, is omdat Hobbes rekening houdt met het ergste wat er kan gebeuren. En het ergste wat er kan gebeuren is wanneer de slechtste kant van de menselijke natuur het overwinnen. En komt met een antwoord die slechtste natuur in toom kan houden. En ik ben geen Locke-expert, dus ik heb ook niet alles van hem gelezen. Eigenlijk niks volledig van hem gelezen. Dus mijn vraag is aan deze dan, doet Locke dat ook? Kan Locke's theorie rekening houden met de slechtste neigingen van de natuurtoestand? Slechtste neigingen slechts van de natuurtoestand? Uitkomsten van de natuurtoestand? Ja, zeker. Maar dan... Het hele makkelijke antwoord zou zijn... Wie pleit voor het bestaan van een rechtsstaat... waar iedereen onderworpen is aan regels die gerespecteerd moeten worden... en waar die regels proberen te waarborgen... dat het recht op leven, vrijheid en eigendom gewaarborgd is... en waarbij we een rechtsprekende, uitvoerende en wetgevende macht hebben om regels op te stellen, om regels na te leven, uit te voeren en handhaven, en je te bestraffen wanneer je die regels niet naleeft, ja, hou je al rekening met het feit dat niet iedereen per definitie respect op gaat brengen voor die fundamentele rechten van een ander. Daarom hebben we regels. En respecteer je die regels niet, dan volgt er een sanctie. En leg je daar niet bij neer, dan heeft die overheid de macht om jou te dwingen om die regels te respecteren. Ja. Ja. Door je te bestraffen. Ja. En wat je eigenlijk ook zegt en is... Dus in die zin zit in wezen natuurlijk binnen ieder idee van een staat waarbij we wetten hebben die we op basis van macht kunnen handhaven. Die idee dat je rekening houdt met het feit dat mensen niet altijd engeltjes zijn. Alleen de vraag is natuurlijk, hoeveel macht moet die... overheid hebben binnen zo'n staat. Daar zie je die twee verschillen. Maar dat Locke natuurlijk ruimte creëert voor het feit dat wanneer één iemand de rechten van een ander schendt, dat daar een straf moet komen en een sanctie. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Dus als we dan even gaan kijken naar die staat zoals Locke hem voor zich ziet. Dat is natuurlijk een minimale staat. En die moet waarborgen dat we die drie rechten behouden en dergelijke. Dus Kom zijn staat erop neer dat hij moet waarborgen dat jij in alle vrijheid die rechten kan naleven, zolang je niet mijn vrijheid inperkt? Dan krijg je het schadebeginsel. Ja. Hè? Het schadebeginsel zegt eigenlijk, je kunt je leven vormgeven zoals jij dat wil, zolang je een ander maar niet schaadt. Hmm. Een heel libertaristische, of liberale beginsel natuurlijk. Ja. Ja, maar er zit natuurlijk meer in, hè, binnen zo'n binnen de staat van Locke. Als ik ga overdrijven en ongenuanceerd ga zijn, zou ik zeggen, het neigt heel sterk naar een soort liberaal-democratische rechtsstaat. Mm-hmm. Met inspraak en met een systeem van vertegenwoordiging, et cetera. Dus het is niet een minimale staat die alleen maar eigendom waarborgt en that's it. We krijgen echt wel een liberaal-democratische rechtsstaat, waarin ook op het vlak van politieke vertegenwoordiging een heel systeem wordt opgetuigd. Dus, die staat dus wat dat betreft is die staat van Locke veel dichter bij ons. Bij ons dan die staat van Hobbes, gelukkig. Ja. Ja. En
Dus ja, als je dat iets meer uitlegt, hoe lijkt de staat die Locke beschrijft op onze staat? Wat zijn daar de vergelijkingen tussen? Nou ja, ik zou op de eerste plaats zeggen, de gedachte dat de soeverein, dus degene die heerst, ook zelf onderworpen is aan wetten. Hmm. Niet boven de wet staat. Hè? Dat een belangrijk element is al van die theorie van Locke. Hè? Ja. Er is zoiets als een rechtsstaat. Nou, dat is één belangrijke overeenkomst met het systeem waarin wij zitten. Tweede belangrijke is natuurlijk het feit dat wij een systeem van politieke vertegenwoordiging hebben. Hè? Dat het proces op basis van wetten tot stand komen. Dat wij als burgers daar ook een bepaalde mate van inspraak in hebben. Via de vertegenwoordigers. Ja. Die namens ons binnen een parlement uiteindelijk tot bepaalde wetten en tot bepaald beleid komen. Ja. Dus dat is interessant, dat Locke de wet boven de soeverein zet, in principe. En dat wij ook dus inspraak in kunnen hebben over hoe die staat gevormd wordt. Ja. Ja, dat is dat redelijk nieuw in die tijd van hem? Is dat, of is dat... Nou ja, die idee van echt die liberaal-democratische rechtsstaat is nou ja, relatief nieuw. Ja. Ja. Ik moet oppassen, want je hebt natuurlijk, als je gaat kijken naar denken van die klassieke Griekse denkers, hè, natuurlijk, we hebben de Atheense stadstaat gehad. Mm-hmm. We hebben daar echt wel momenten in de geschiedenis gehad waarin die notie van democratie al op een mooie manier vorm is gegeven. Hè? Maar in termen van denken over, zie je bij Locke wel een vrij gezaghebbende manier om die idee van rechtsstaat in combinatie met democratie te denken. Ja, en volgens mij was hij ook trouwens best wel voor vrijheid van religie, vrijheid van godsdienst. Mm-hmm. Maar dan niet voor atheïsten. Mm-hmm. Hoe zit dat? Want Locke is een heel christelijke denker volgens mij, toch? Of? Ja, ja. Hier, af en toe heb ik een punt waarop ik ga aarzelen. Hij zit natuurlijk binnen een kader dat heel erg sterk nog steeds religieus is ingekleurd. Mm-hmm. God heeft de wereld gecreëerd, heeft de wereld aan de mens gegeven. Dus ook zijn denken over politiek is natuurlijk heel erg sterk gekoppeld aan het nog steeds religieuze kader. En ook zijn denken over tolerantie en zijn denken over vrijheid van religie worden daar serieus door gekleurd. Dus ik ken de passages inderdaad waarin hij dat recht wel toekent, behalve voor atheïsten. Maar nu wil je van mij natuurlijk horen wat de specifieke redenering is die hij daarvoor opbouwt. En ik zit daar even te twijfelen hoor, want het is echt het lijkt een heel makkelijk boekje te zijn, ja. Een klein essay. En het is niet zo makkelijk, dus ik zit hier een beetje te aarzelen, omdat ik het niet helemaal meer scherp voor ogen heb hoe hij dat formuleert. Ja. Dus daar ja. Ga ik even jou aankijken. Om ja, te dat kijken. Is prima. Nee, wat ik leuk vind is, ja. We hebben natuurlijk wel wat vaker wetenschappers. Ja. Uitgenodigd. En wat ik heel prettig vind aan wetenschappers. Maar ik ben ook geen, dat moet ik zeggen, ik ben ook geen Locke-specialist. Dus nee. dat maar ga ik meteen eens rechtvaardig. Maar dit is precies wat ik wil zeggen. Dat ja. Wetenschappers heel goed aangeven, hey, dit is de grens van mijn kennis. Ja. Dit kan ik met zekerheid zeggen. En nu ga ik een mening of iets zeggen wat ik denk, maar ik kan dit niet met zekerheid zeggen. Of nou, meer dan dit ga ik niet zeggen, want dit kan ik gewoon niet. Ik weet niet of dit waar is. Nou, ik kan het wel, maar... Ja, ik kan het wel, maar... Weet je wat nadeel is? Je leest die teksten, hè? Dus ik heb er vorig jaar zelfs les over gegeven. Mm. Alleen, dan ben je een half jaar verder en dan ben je met andere dingen bezig geweest. En op het moment dat je dan zo'n systeem weer moet gaan reconstrueren, vooral als je denkt, god, er zit misschien toch iemand te kijken die heel vertrouwd met Locke. Ja. Ja, dan ga je oppassen om te denken, als ik twijfel, dan... Ja, maar dat is prima, want dat ja. vind ik juist heel prettig. Want ja. Dan denk ik van, oké, er is iemand waarvan ik weet dat als hij iets zegt, dat hij erachter kan staan. Het ja. is geen verzinsel of geen bedenksel. En ik denk dat we in het algemeen wel wat meer bewustzijn mogen hebben van wat het nou precies is dat we weten. Bijvoorbeeld. Zeker. En bewustzijn dan? In het algemeen, gewoon iedereen. Algemeen. In het algemeen, iedereen. Want ja. we lezen wel vaak, we lezen bijvoorbeeld wel eens een artikel en daar staat in X leidt naar Y. En dan ja. denken we dat we weten dat X leidt naar Y. Maar het enige wat we weten is dat er eigenlijk in een artikel stond dat X naar Y leidt. Ja.
En we weten ook niet waarom X naar I leidt. Nee. Wat zijn nou de processen die daar naartoe leiden? Dus ja. Eigenlijk weet je dat je iets gelezen hebt in een ding. Ja. Dus om heel bewust te zijn over wat nou precies is wat je weet en wat je kan zeggen met zekerheid. Ja. Dat is ook best wel een moeilijke vaardigheid om dat te doen, denk ik. Zeker, absoluut. En toegeven dat je twijfelt. En toegeven dat je twijfelt, ja. Maar het mooie natuurlijk van filosoof zijn is dat je geen antwoorden hoeft te geven, maar alleen maar vragen op te stellen. Dus dat is altijd de mooiste rechtvaardiging die je kunt geven. Dat je zegt, ja, maar wat wij doen is natuurlijk alleen maar vragen stellen. Inderdaad, dat is een goede uitweg. Gaan we terug naar Socrates en dan zeggen we, ja, ik weet in ieder geval dat ik niks weet. Ja, nou, ja, dat weet ik. Mooie basis. Ja. Maar ik zoek even waar je heen gaat, hè, maar ik denk wel dat überhaupt een filosoof heel goed moet weten wat hij of zij voor een kennis heeft, mm-hmm. waar we een uitspraak over kunnen doen. En in hoeverre we nou denken een meerwaarde te hebben ten aanzien van anderen die over dezelfde kwesties nadenken. Dat ook al voor een filosoof het heel belangrijk is om te weten welke uitspraak kan ik doen als wetenschapper? Mm-hmm. Wat is de status van de uitspraak die ik kan doen als wetenschapper? Kan ik nu pretenderen dat ik de specialist ben in een bepaald domein en dus de waarheid in pacht heb? Of kan ik alleen maar een bepaalde uitspraak doen? Bijvoorbeeld over rechtvaardigheid, of over de natuurtoestand, of wat dan ook. En altijd weten dat het maar één mogelijk antwoord is. En ook altijd weten... Hoe bedoel je altijd weten dat het één mogelijk antwoord is? Nou ja, kijk, laten we nu het voorbeeld van nemen van rechtvaardigheid. Hè, waarbij je kunt zeggen, nou, je hebt daar een heel breed spectrum aan antwoorden. Wat rechtvaardig is of niet. Mm. Als je dat politiek gezien zal inkleuren, dat loopt dan van links naar rechts. Ja. Dat zou dan lopen van een staat die alleen maar kijkt naar het garanderen van eigendomsrechten naar een welvaartsstaat. Hè? Waarbij de staat ook voorziet in rechten op arbeid, recht op sociale zekerheidsuitkering, etc. Okay. Mm-hmm. Een heel scala aan antwoorden ten aanzien van die vraag, wat betekent het nu een rechtvaardige maatschappij te hebben? Of wat betekent het om een rechtvaardige samenleving te hebben? Nu, misschien vind ik dat het antwoord van Rawls een hele overtuigende is. John Rawls, die dan toch uiteindelijk probeert te rechtvaardigen dat we... Dat is een wereld ignorance, hè? Ja, dat sociale gelijkheid belangrijk is. Ja. Maar tegelijkertijd weet ik natuurlijk dat er een heel ander scala aan antwoorden mogelijk is. Mm-hmm. Vind ik dit nu het meest overtuigende antwoord? Zeker. Als ik het zou vinden, hè. Maar betekent dat dan dat ik me niet bewust moet zijn van het feit dat er ook andere antwoorden zijn? Mm-hmm. En dat de positie die ik verdedig misschien ook zou moeten verschuiven op het moment dat ik betere argumenten zou krijgen. Denk je dat je daar als filosoof of überhaupt als wetenschapper, nou ja, open moet staan voor het feit dat je eigen veronderstellingen toch ook betwistbaar kunnen zijn. En dat het antwoord dat je geeft ook de mogelijkheid moet hebben om aangepast te worden indien je betere argumenten krijgt. Ja. Dus je kan nooit roepen, ik heb gelijk, dit is de waarheid, ik heb de waarheid in pacht, punt. Ja, ik denk inderdaad dat het heel belangrijk is om als filosoof, als wetenschapper, ook als mens, maar misschien nog meer als filosoof en wetenschapper, om je bewust te zijn van het brede spectrum aan antwoorden die mogelijk zijn op een bepaalde vraag. Ja. Misschien zelfs als filosoof de manier waarop je de vragen kan stellen, hoe die al eigenlijk gekleurd zijn door antwoorden die je al gegeven hebt. Ja. Maar dat is ook tegelijkertijd ook geen argument voor relativisme of subjectivisme, want het is heel goed denkbaar dat er één antwoord mogelijk is. Jouw taak is om te zorgen dat je uit het spectrum van antwoorden die er zijn, weet welke de beste antwoord is die je op dit moment kan geven, gezien je kennis en je achtergrond en dergelijke, en daarvoor kan argumenteren waarom antwoord X en niet Y en Z. Absoluut. En ik denk dat als je dat kan, dat je dan misschien wel de heilige graal hebt, maar ja, dat kan natuurlijk niet voor alle mogelijke antwoorden die er zijn. Dus dat is wel kennis die je kan... Nee, stem ik helemaal niet. Ja. Terug naar Locke, waar waren we? Zeker. Ja, je was mij aan het uithoren over zijn opvatting over vrijheid van religie. En toen zei ik, aarzel ik een beetje over een uitspraak te doen over zijn opvatting over vrijheid van religie. En toen wou jij hopelijk overgaan naar een ander aspect van Locke. Ja, wat moeten we van Locke weten om echt goed te begrijpen waar hij het over heeft nu? Wat hebben we nog niet besproken? Want ik heb het idee dat we eigenlijk wel kunnen gaan naar een andere onderdeel. Niet om Lockeanen tegen het hoofd te stoten, maar als we
een korte schets hebben van Hobbes, dan denk ik dat een korte schets van Locke ook volstaat. Ja, maar waar ik dan benieuwd naar ben is hoe deze twee denkers en misschien nog andere denkers in het sociaal contract denken, doorwerken in de staat waarin we nu leven. Want ik denk dat we nu in een plek leven of in een staat leven die heel erg lijkt op zoals Locke het voor zich ziet. En ik denk dat veel van onze intuïties ook het meest lijken op die van Locke. Ja. Maar tegelijkertijd hebben we wel een soort van iron curtain van het wetboek. Ieder mens of iedere burger moet naar de wet luisteren. Je kan je wel organiseren om dat te veranderen of iets dergelijks. Maar zelfs de organisatie is eigenlijk al wettelijk vastgelegd. Zelfs dat zit in het idee. Dus mijn idee is, zou je de volledige macht van de wet, of van de grondwet over hebben, kunnen vergelijken met de soeverein van Hobbes? Nee. Nee, ja, als ik heel kort kan zijn. Ja, die soeverein, die wordt niet op een fundamentele manier onder de wet geplaatst. Hè, dus ook al zullen sommigen zeggen dat je toch al een bepaald idee van een rechtsstaat al bij Hobbes ziet, maar gewoon de gedachte dat er een wetboek is waar ook de soeverein aan onderworpen is, waar ook hij of zij zich aan moet houden, hè, waarin al misschien al voorgeschreven staat, de wetgever kan op de volgende manier wetten uitvaardigen volgens deze procedures. Hè? Ja, dat zit niet in die logica van Hobbes. Okay. En dus ik denk dat je moet oppassen om... Jij spreekt bijna over de soevereiniteit van het wetboek. Ja. Hè? Kunt vergelijken met de soeverein van de vorst bij Hobbes. Ik denk het wetboek is gewoon het product van een wetgever. Waarbij wij de mogelijkheid gehad hebben om mee te beslissen via onze vertegenwoordigers in het parlement. Er zijn regels uitgevaardigd, er is een product gekomen. En dat product zal je in grote mate vertellen wat je moet doen en laten. Mm-hmm. Ben je het er niet mee eens, heb je de fundamentele mogelijkheid om je met anderen te organiseren, om op andere politieke partijen te stemmen, om van het hele brede spectrum aan democratische mogelijkheden die we in Nederland hebben, en dat zijn echt enorm veel, ook al zullen sommige mensen klagen dat die er niet zijn, maar we hebben gewoon enorm veel mogelijkheden van inspraak. Kunnen we gebruiken om regels te veranderen als dat nodig is? Kun je dat in je eentje doen? Nee. Moet je je verenigen? Ja. Hebben we manieren om dat te doen? Ja. Heb je manieren om politieke partijen af te straffen? Ja, verkiezingen. Dus kan zo'n construct veranderen? Zeker. Gaat dat naar willekeur? Gaat dat snel? Zeker niet. Uh-huh. Maar de gedachte alsof daar regels vast liggen die in steen gebeiteld zijn, die ons altijd alleen maar inperken in onze vrijheid, en waar wij naar moeten luisteren en waar we geen mogelijkheid hebben om dat te veranderen. Ja, geen oordeel over jou natuurlijk, hè, maar ik denk dat dat niet klopt. Dat we niet te snel moeten denken dat die regels die er zijn gezien moeten worden als zodanig soeverein dat wij daar geen democratische controle over hebben. Heel duidelijk. Ik kom terug weer op deze vraag. Op wat voor manier lijkt onze rechtsstaat op ja, Locke? Dus dan pak ik die mee. Ja. Hè? Dus je kunt dat natuurlijk historisch opvatten. Hè? Dus in hoeverre heeft het werk van Hobbes of Locke nu doorgewerkt in de concrete systemen die we binnen Europa kennen? Of de, denk ik, meer wezenlijke vraag. Welke van die twee logica's zien we nu werkzaam in onze rechtsstaat? Ja, dan is het natuurlijk overduidelijk dat die Lockeiaanse logica van inperking van macht, van het belang van een rechtsstaat, van het belang van fundamentele rechten en vrijheden, die stoelen niet alleen op jouw eigen belang of dat van mij, maar die stoelen op een erkenning van die idee dat iedereen fundamentele rechten heeft. Ja, dat is natuurlijk gewoon de logica die we in ons huidig staatsbestel terugzien. Vooral als je dat natuurlijk gaat koppelen met het feit dat we ook een democratisch systeem hebben, systeem van vertegenwoordiging, et cetera. Mm-hmm. Ja. En zou ik zeggen dat wij dus een sociaal contract gesloten hebben met de staat? Is dat terecht om te zeggen, denk je? Dat wij een contract gesloten hebben met de staat? Ja, dan wel impliciet, dan wel expliciet. Hoe zie je dat voor hier? Nou, omdat wij toch de plicht hebben om
of voelen om de wet te volgen. Dus laat ik het anders zeggen. Tuurlijk. Wij voelen de verplichting. Kijk, dat stelsel dat we recht noemen, dat kan eigenlijk alleen maar bestaan wanneer wij als burgers het idee hebben dat we een verplichting hebben om die te gehoorzamen. Anders zakt dat stelsel in elkaar. Mm-hmm. Zouden wij naar willekeur kunnen zeggen, naar deze wet luister ik wel en die niet. Mm-hmm. Dit neem ik mee en dat niet. Wanneer die willekeurig zou zijn, kan een stelsel van recht niet bestaan. Kan heel dat bouwwerk niet bestaan. Dus dat bouwwerk stoelt op gehoorzaamheid. Kan niet anders. Mm-hmm. Alleen de vraag is natuurlijk, hoe legitimeren we die gehoorzaamheid? Dus waarom zijn wij gehoorzaamheid schuldig aan zo'n systeem dat bestaat uit regels die dwingend ons kunnen vertellen wat we moeten doen en laten? Dan geeft die idee van het sociaal contract één antwoord erop, namelijk instemming. Ja. Ergens zijn we ervan overtuigd van het feit dat die staat er moet zijn. En dat die staat onze fundamentele rechten en vrijheden dient. Mm-hmm. Dan is natuurlijk de interessante vraag, ja, maar wat doen we nu wanneer wij op een punt komen waarbij we denken dat die staat onze fundamentele rechten en vrijheden niet dient? Ja, dan gaan we nadenken over burgerlijke ongehoorzaamheid. Dan gaan we nadenken over verzet. En dan gaan we de vraag stellen, in hoeverre is er binnen onze staat ruimte voor, of zou er ruimte moeten zijn voor verzet? Mm-hmm. Dan kom je natuurlijk ook heel het vraagstuk van burgerlijke ongehoorzaamheid. Hè? Mag je wetten naast je neerleggen? Ja. Ja. Dat vind ik altijd een interessant. Ja, je mag staan. Ja, dat hè? Nee, dan komt die vraag, hè, natuurlijk. Ja. Waarbij je dus die vraag naar gehoorzaamheid aan wetten, ja, is natuurlijk ook gekoppeld aan die vraag, ja, wat doen we nu wanneer we vinden dat die wetten niet het doel bereiken waar ze eigenlijk grotendeels voor in het leven zijn geroepen, als je die Lockeiaanse logica volgt, mm-hmm. het garanderen van die fundamentele gelijke rechten die wij hebben. Ja. Wat ik interessant vind aan burgerlijke ongehoorzaamheid is dat het in principe dat ingebouwd is in een rechtsstaat. Dus het is ingebouwd hoe jij kan ongehoorzamen aan de staat. En zou dat niet al een beetje het idee al er eigenlijk afbreuk aan doen? Bijvoorbeeld protesteren tegen wat dan ook. Mm-hmm. Dat is iets wat je eigenlijk moet aangeven aan je gemeente of iets dergelijks, om toestemming te krijgen dat je mag protesteren. Mm-hmm. Als je het niet doet, is je protest onwettelijk. Mm-hmm. Maar wat nou als je protesteert, wat nou als je protest niet geaccepteerd wordt? En je doet het niet, of je protest wordt geaccepteerd en je doet het wel. Ja. Hoe is het dan nog echt ongehoorzaamheid, wanneer het toegelaten is dat jij mag protesteren? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Dat hangt zo af van je perspectief, op je kijk op burgerlijke ongehoorzaamheid. Dus ga je terug naar het werk van John Rawls, dus de Amerikaanse politiek filosoof. Die heeft lange tijd een soort standaard definitie gegeven van burgerlijke ongehoorzaamheid. Wat het nou is. Hè? Mm. En ik ben heel even aan het denken naar wat ook alweer de elementen zijn. Ik geloof dat hij zegt, het is zoiets als een gewetensvolle handeling. Waarbij je een bepaalde wet naast je neerlegt. Mm-hmm. Hè? Om de wet als geheel rechtvaardiger te maken. Je doet dat publiekelijk. Mm-hmm. Politiek gemotiveerd. En geweldloos. Dus het is een geweldloze handeling, niet op basis van geweld, waarbij je publiekelijk aankaart dat de wetten waarin we zitten op bepaalde punten onrechtvaardig zijn. Mm-hmm. En waarbij je eigenlijk probeert, via de burgerlijke ongehoorzaamheid, om die wetten rechtvaardiger te maken. Ja. Dus je onttrekt je aan bepaalde wetten om de wetten als geheel rechtvaardiger te maken. Dat is een hele interessante combinatie, hè? Waarbij je dus eigenlijk ruimte zou moeten hebben voor mensen die de wet naast zich neerleggen om de wet beter te maken. Ja. Dus die de letter van de wet bekritiseren om de geest vanuit de geest van de wet. En ja, die definitie van Rawls is eigenlijk een hele interessante. Hè? Politiek gemotiveerd. Dus je wil eigenlijk een aanspraak doen op de meerderheid om te zeggen, jullie zien niet in dat hier bepaalde onrechtvaardige wetten zijn. Mm-hmm. Publiekelijk, je gaat dat niet heimelijk doen. Je gaat bijvoorbeeld niet heimelijk eigendom beschadigen of zo. Dat zou geen burgerlijke ongehoorzaamheid zijn, volgens Rawls. Dus publiekelijk, niet heimelijk, politiek gemotiveerd, gewetensvol en niet op basis van geweld. Nadat hij dat heeft beschreven, dus in het boekje uit 71, nou boek, Fear of Justice, zie je dat vooral de laatste 10, 20 jaar mensen toch die theoretisch proberen om die
eigenschappen daarvan wat te betwisten. Moet burgerlijke ongehoorzaamheid altijd geweldloos zijn? Mm-hmm. Of moet burgerlijke ongehoorzaamheid altijd publiek zijn? Wat zien we bijvoorbeeld met klokkenluiden? Iemand die informatie lekt om het publiek te informeren over bepaalde praktijken. Ja, ja, die doet dat heimelijk. Omdat hij of zij denkt, ga ik het publiek doen, word ik bestraft. Moet burgerlijke ongehoorzaamheid altijd publiek zijn? Moet dat altijd geweldloos zijn? Etcetera. Dus, maar dit is een heel interessante discussie. Maar het gaat er uiteindelijk om, om terug te komen natuurlijk op het kernpunt, dat zo'n systeem van recht alleen maar kan bestaan wanneer er sprake is van gehoorzaamheid. Maar dat die gehoorzaamheid natuurlijk ook zijn grenzen kan kennen. Mm-hmm. Dat je dan ook moet nadenken over welke legitieme vorm van verzet zijn er. Om dat bouwwerk als geheel misschien rechtvaardiger te maken. Of als het fundamenteel onrechtvaardig is, om te zorgen dat er een nieuw bouwwerk moet komen. Dus het nadenken over gehoorzaamheid impliceert ook meteen het nadenken over de grenzen van die gehoorzaamheid. De grenzen van die gehoorzaamheid. En ja, op welke rechtvaardige manier of ja, zinvolle je dat manier je kan op welke zinvolle manier je die gehoorzaamheid kan overschrijden. Ja, absoluut. Ja. Ja. En het interessante is dat, wanneer je dat wettelijk inbouwt, ik stel het gewoon even nog één keer. Wanneer je het wettelijk inbouwt, kun je dan nog spreken van burgerlijke ongehoorzaamheid? Ja, dus, wanneer je dat wettelijk inbouwt, de vraag is natuurlijk, kun je het wettelijk inbouwen? Hè? Kun je wettelijk gezien accepteren dat de wet ondergraven wordt? Ja. Dat is al eentje. Maar jij doelt natuurlijk op een andere vraag. Op het moment dat mijn verzet tegen de regels die onrechtvaardig zijn eigenlijk al voorgeschreven is door die regels van hetzelfde systeem dat ik onrechtvaardig vind, kan dat wel? Mm-hmm. Ja, een goede vraag. Misschien ben je dan niet burgerlijk ongehoorzaam, maar ben je gewoon militant. Misschien doe je het op een hele andere manier dan die grenzen die gelden voor dat beestje dat we burgerlijk ongehoorzaamheid noemen. Mm-hmm. Misschien verzet je je dan, we noemen dat niet burgerlijk ongehoorzaamheid, maar ben je een revolutionair of ben je een terrorist? Of, afhankelijk van hoe we dat dan definiëren. Er zijn verschillende manieren om je te kunnen verzetten. En Rawls zou zeggen, bepaalde manieren om je te verzetten tegen onrechtvaardigheid binnen zo'n constitutionele rechtsstaat noemen we burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar je zegt daarnaast heb je ook in het Engels militant action. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk ook gewetensbezwaren. Je hebt ook, hij noemt het dan legal test cases. Dus je kunt het recht gebruiken om bepaalde dingen aan te kaarten. Ja. Maar een hele uiterste zou ook zijn, je gebruikt geweld om het systeem te veranderen. Ja, dan is het niet meer burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar dan is het binnen die rechtsstaat in ieder geval misschien een fundamenteel problematische handeling. Ja. En hoe kunnen we dan die acties beoordelen? Dus op het moment wanneer het burgerlijke ongehoorzaamheid en het is ingebouwd in de wet, dan begrijp ik hoe we dat kunnen beoordelen. Is het rechtvaardig of is het rechtmatig, dan ga je gang. Maar op het moment wanneer het dus alsnog buiten die kaders treedt, wanneer het hebben over militant activisme of militante actie. Militante acties, ja. Of wellicht terroristische acties met geweld. Op wat voor manier kunnen we het dan beoordelen? Of is het per definitie een handeling die vervolgd zou moeten worden? Die zou moeten leiden tot vervolging? Dat hangt, zou Rawls ook zeggen, af van de staat waarin je zit. Dus zijn denken over burgerlijke ongehoorzaamheid vindt altijd plaats binnen een staat die hij nearly just noemt. Hmm. Bijna rechtvaardig. Dus we hebben een soort constitutionele staat die min of meer voldoet aan hoe hij rechtvaardigheid zou typeren. En dan zegt hij, maar het is nog niet zo rechtvaardig dat er niet wetten in zitten die betwistbaar zijn. Mm. En dus binnen die context, zegt hij, moeten we nadenken over burgerlijke ongehoorzaamheid. Stel, we hebben een hele andere context. We zitten niet in een bijna rechtvaardig systeem, maar we zitten in een fundamenteel betwistbaar systeem. Mm. Dan zou je kunnen zeggen, dan is er misschien veel meer ruimte voor het gebruik van geweld. En voor serieuze vormen van verzet dan binnen een systeem dat bijna rechtvaardig is. Dus het punt zou ook zijn, ja, binnen welk systeem zit je? Binnen welk type staat zit je? Ja. Zit je in een democratische rechtsstaat of zit je in een staat waarbij zelfs de meest fundamentele rechten niet gewaarborgd worden? Ja, in zo'n context zou je natuurlijk al sneller kunnen zeggen dat mensen wel een legitimatie hebben, niet volgens het recht, maar wel een legitimatie hebben om zich serieus te verzetten. Ja. En eigenlijk kun je dat alleen maar zeggen wanneer je uitgaat van
fundamentele natuurrechten? Nou, dat zou je kunnen zeggen wanneer je ervan uitgaat dat mensen fundamentele rechten hebben. Of ik dat meteen natuurrechten noem, of dat ik dat mensenrechten zou noemen. Mm-hmm. Ik zou liever het woord mensenrechten gebruiken, denk ik, dan natuurrechten. Maar dan is wel het kader van het hebben van fundamentele rechten die we hebben als mens, een kader. Wat is dan het conceptuele verschil tussen mensenrechten en natuurrechten in deze dan? Nou ja, natuurrecht in deze tijd ligt natuurlijk iets makkelijker, omdat we heel veel verklaringen hebben van mensenrechten en heel veel regelgeving op nationaal en internationaal vlak omtrent mensenrechten. Dus dat maakt het eikpunt wat makkelijker. Terwijl voor veel mensen natuurlijk het woord natuurrecht al impliceert. Ja, als ik de leek zou voorstellen, ja, dat moet ergens heel plat in de natuur zitten. Want waar komt het woord natuur voor de leek anders vandaan? Of waar moet dat zich ergens situeren? Dus dat is moeilijk natuurlijk om een voorbeeld bij te hebben. Terwijl het idee van mensenrechten heeft zoveel juridische, politieke en maatschappelijke eikpunten dat een taal is die we gemakkelijk kunnen gebruiken als bril of perspectief om hier iets zinnigs over te zeggen. Ja, duidelijk. Ja, ik vind het een heel interessant vraagstuk, die burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar wat ik ook interessant vind, is wat je in het begin zei, je houdt je ook bezig met cosmopolitisme. Ja. En dan ga je nadenken over de vraag, hoe zou je een wereldstaat kunnen creëren? Of moet je een wereldstaat hebben? Als we het hebben over politiek cosmopolitisme. Ja, politiek cosmopolitisme. Ja. Want je gaat verder dan alleen maar politiek cosmopolitisme. Nou, cosmopolitisme heb je moreel, politiek, zou het institutioneel kunnen noemen, juridisch. Hè? En al die verschillende concepten hebben een andere duiding, een andere lading. Dus moreel cosmopolitisme zou, als je het in zou vullen, natuurlijk verwijzen naar die gedachte dat we een primaire loyaliteit hebben ten aanzien van ieder individu. Mm-hmm. En dat onze primaire loyaliteit niet die is ten aanzien van onze eigen staat. Dus moreel cosmopolitisme, het idee van wereldburgerschap. Stellen dat we burger zijn van de wereld. Mm-hmm. Bracht natuurlijk voor die eerste denkers die idee van wereldburgerschap naar voren brachten. Had voor hen natuurlijk implicatie ook van het duidelijk maken van loyaliteiten. Hè? Je hebt gewoon een fundamentele loyaliteit ten aanzien van ieder mens. En je moet je loyaliteit niet gaan inperken. Dat? Wat betekent dat je loyaliteit hebt aan elk mens? Een primaire loyaliteit? Ja, neem nu een voorbeeld zoals armoede. Hè? Dus we hebben in Nederland de afgelopen jaren die discussie gehad over voedselbanken. Mm-hmm. En een van de geluiden die wel eens te horen was eigen armen eerst. Ja. Dus het beschikbare geld dat we hebben, laten we dat nu gebruiken om eerst hier in Nederland armoede weg te werken. En dan pas op wereldvlak. Hè? En dan de leus was eigen armen eerst. Nou, dan kun je natuurlijk de vraag stellen, ja, maar wat maakt nu dat wij zo'n fundamentele verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van mensen met wie we diezelfde nationale identiteit delen? Betekent dat dan dat we geen loyaliteit hebben ten aanzien van mensen die zich buiten die landsgrenzen bevinden? Ja. Betekent dat we geen loyaliteit of een verantwoordelijkheid moeten hebben voor ieder individu op wereldvlak, los van de staat waartoe hij of zij behoort. Dus wat zou in deze de loyaliteiten zijn die we serieus moeten nemen? Loyaliteit of loyaliteiten? Is dat enkel die nationale bril die we opzetten? Mm-hmm. Of zetten we die bril van wereldburgerschap op? Sluiten die elkaar uit? Of kunnen die elkaar aanvullen? Dat je perfect kunt zeggen, oké, ik heb een loyaliteit ten aanzien van mijn medeburgers, maar ook een fundamentele loyaliteit om in dit geval armoede op wereldvlak te bestrijden. Sluit dat elkaar uit. Hoe leg je die prioriteit? Ik denk dat het idee van wereldburgerschap heel sterk natuurlijk probeert om die fixatie op het feit dat je alleen maar lid bent van zo'n beperkte gemeenschap, mm-hmm. Om die toch heel sterk in vraag te stellen. Ja. En te zeggen, nee, ook los van die gemeenschap waarin je zit, heb je een loyaliteit ten aanzien van die mensheid of mensengemeenschap als geheel. En dus die reflex van eigen arm eerst, of die reflex van louter en alleen kijken naar de belangen of de rechten van je eigen medeburgers, schiet vanuit die idee van moreel cosmopolitisme of vanuit wereldburgerschap tekort. Want die stoelt juist op die gedachte
als ze moderne invullingen gaan bekijken van ja, het idee dat individuen het primaire object zijn van morele bekommernis en niet staten, niet gemeenschappen. Mm-hmm. En dat die individuen allemaal toch aanspraak kunnen maken op waardigheid als mens. Ik denk dat ik nog... Want als ik het woord loyaliteit hoor, denk ik volgens mij aan iets anders dan wat jij bedoelt. Of tenminste, het heeft een andere connotatie bij ja, mij. Ja, bekommernis, loyaliteit. Ja, want wanneer ik denk aan loyaliteit, denk ik aan reciprociteit. En reciprociteit heeft ook te maken met de weerklank van jouw handelingen in de wereld. Dus op het moment dat jouw handeling niet weerklinkt naar ergens anders in de wereld. En tegenwoordig heeft bij onze handelingen veel meer effect dan we zien en dan vroeger. Dan is het heel lastig te zeggen dat je loyaliteit draagt voor iets waar je eigenlijk geen causaal verband mee hebt. Ja. En waarom moeilijk? Draag je verantwoordelijkheid voor iedereen in de wereld? Ik denk dat dat heel veel gevraagd is van individuen. Om te zeggen dat... Oké, maar ik denk dat natuurlijk verschillende vragen zijn die je moet onderscheiden. Hè? De vraag, draag je een verantwoordelijkheid eigenlijk ten aanzien van de mensheid als geheel? Of heb je een fundamentele vorm van verantwoordelijkheid die verder reikt dan de grenzen van je eigen staat? En in wezen een soort verantwoordelijkheid is voor het welzijn van ieder individu. Mm-hmm. Een tweede vraag is natuurlijk, ja, kun je daar feitelijk gezien invulling aan geven? Kan ik voor alle armen opkomen? Nee. Kan ik alle armen van voedsel voorzien? Nee. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee ook die vraag of je een verantwoordelijkheid draagt, ook voor mensen met wie je geen relatie hebt. Ook voor mensen wiens levenskansen ik niet beïnvloed. Hmm. Bijvoorbeeld doordat ik mijn voedsel koop dat geproduceerd wordt in Noord-Afrika. Of dat ik kleding draag die in Bangladesh wordt gemaakt. Dat kunnen we ons nog voorstellen. Je draagt een verantwoordelijkheid voor die mensen. Waarom? Je hebt iets gekocht. En in die lange lijn van produceren zie je dat daar allemaal tussenschakels in zitten. En wij dragen een zekere verantwoordelijkheid voor het feit dat je sweatshops hebt waar kinderen in zitten die onze kleding maken. En daar draag ik verantwoordelijkheid voor. Dat is jouw causaliteit. Hè? Mm-hmm. Relatie. Relatie genereert morele verantwoordelijkheid. Ja. Dat is één manier om daarnaar te kijken. Maar ik denk dat je daarnaast ook zou kunnen stellen, je draagt ook een morele verantwoordelijkheid van mensen met wie je geen relatie hebt. Hè? Dat is eigenlijk ook wat Peter Singer natuurlijk, de Australische filosoof sinds de jaren 70 van de vorige eeuw, altijd al duidelijk wil maken. Je hebt ten aanzien van iedereen die je kunt helpen, de fundamentele verantwoordelijkheid om dat te doen. Waarom? Omdat je de capaciteit hebt om dat te doen. Of je nou met die betrokken persoon een relatie hebt, of je ze kent, hè? Mm-hmm. Of je ze kunt zien. Hè? Dus het zou kunnen zijn dat iemand voor je neus in nood, zich in nood bevindt. Of het zou kunnen zijn dat het een paar duizend kilometer verderop is. Je ziet ze niet. Mm-hmm. Hè? Is voor hem niet belangrijk. Het feit dat er iemand is die je kunt helpen, maakt dat je een fundamentele plicht hebt om dat te doen. En of je daar nou een causale relatie mee hebt, vanwege het voedsel dat je koopt, of vanwege het feit dat je je geld bij een bepaalde bank zet die we investeert in, mm-hmm. maakt eigenlijk niet uit. Je hebt ten aanzien van ieder individu een fundamentele verantwoordelijkheid, dus een positieve verplichting, om, als zij in een toestand zitten die je slecht kunt noemen, bijvoorbeeld gebrek aan voedsel, gebrek aan medicijn, gebrek aan onderdak, om daar een bijdrage te leveren. Naarmate je capaciteit. Naarmate je capaciteit, absoluut. En is dat ook een... Legt het ook een verantwoordelijkheid op jou om je capaciteit om anderen te helpen te vergroten? Dus om te zorgen dat je bijvoorbeeld je leven meer zo in gaat richten dat je meer capaciteit hebt? Of is het een soort Nee, je hebt volkomen gelijk, ja, hoor. Hij stelt natuurlijk de vraag... Ja, wat zou je eigenlijk moeten doen? Stel, je kunt kiezen. Hè? Dus ik word arts. Ja. Of ik word... ik ga me bezighouden met beleggingen. En ik ga op de Zuidas werken. Ja. Dan zou je denken... Nou, gegeven het feit dat je verplichting hebt om je in te zetten voor het goed van anderen, is het beter om arts te worden. Toch? Dat zou een logica zijn.
En vanuit gaan dat je niet gaat beleggen in alleen maar goede dingen en daardoor misschien zelfs meer effect hebt op het leven. Ja, precies, maar dat zou het tweede verhaal zijn. Hè? Natuurlijk, hij is utilitarist genoeg, of hij is een utilitarist natuurlijk om te zeggen, ja, dat als je met de keuze voor investering in beleggingen, beleggingsmakelaar, op termijn hopelijk geen schade aanrichtend, maar alleen maar in goede fondsen belegt, meer geld kunt vergaren waarmee je meer mensen kunt helpen, nou, dan mag jij best op de Zuidas gaan werken. Ja. Laten we dan even voor het voorbeeld eruit gaan dat beleggers allemaal slechte mensen zijn en alleen maar voor hun eigen gewin en handelen en wapens en dergelijke. Ja, dus jij gaat ervan uit. Nee, voor het voorbeeld. Voor het voorbeeld. Dus ik stem natuurlijk niet mee in, hè, maar voor het voorbeeld ga ik mee. Oké. Ja, verder? Dus, als dat natuurlijk zo zou zijn, hè, dus als je zou weten dat zo'n beleggingsmakelaar alleen maar investeert in dubieuze beleggingen waarbij je heel veel schade zou krijgen. Mm-hmm. Ja, dan de balans zou natuurlijk voor Pieter Singer zijn. Waar bereik je het meeste nut? Ja, dus. En als dat niet zou zijn bij die beleggingsmakelaar, ja, dan zul je bij die arts moeten zijn. Ja, maar dat betekent dus dat die verantwoordelijkheid die je draagt voor iedere levend wezen misschien zelfs, ja, ook inhoudt dat je je leven zo moet inrichten dat je zoveel mogelijk capaciteit hebt om ieder levend wezen te helpen. Nou, je moet er in ieder geval voor zorgen. Dan krijg je heel die stroming van effectief altruïsme. Dat datgene wat je doet om iemand te helpen zo effectief mogelijk is. Mm. En dus in die lijn kun je natuurlijk ook bedenken dat de keuze voor een bepaald beroep een rol zou kunnen spelen. Dat als je voor jezelf gaat bepalen, word ik arts of ga ik beleggingsmakelaar worden. En ik weet voor mezelf dat die de ene route veel meer nut voor de gemeenschap als geheel gaat opleveren, zou dat datgene zijn wat ik moet doen. Ja, dat vraagt natuurlijk van mensen om. Het klinkt bijna als een totalitaire eis van elke burger om hun leven bijvoorbeeld bepaalde motieven in te richten en andere motieven niet. Ja, maar ja, de ethiek stelt eisen. Ik probeer hem eerst te verdedigen. Ja. Ik wil hem echt wel bekritiseren, want ik vind dat er heel veel punt in zitten die je kunt bekritiseren. Maar ik denk dat ethiek, als het gaat om de vraag hoe moet je leven, eisen moet stellen die moeilijk haalbaar zijn. Zou een ethiek gewoon datgene van je vragen dat je toch al doet, denk ik dat die ethiek niet heel veel voor zou stellen. Dus een systeem, of een ethisch systeem, zou bepaalde verwachtingen van je hebben of bepaalde eisen stellen, ja, die niet altijd makkelijk te realiseren zijn. En waar je wel degelijk af en toe een keuze voor moet maken. Ja, hè? Maar dat is een pragmatische verdediging van oké. Nou, dat is geen pragmatische verdediging. Het punt gaat natuurlijk zijn, als ethiek veel eisend is, hoe gaan we dan bepalen dat een ethiek of een moraal te veel eisend is? Het gaat me niet zozeer om de veel of weinig eisendheid, maar om de a priori. Hoe noem je dat? Gedachte dat er een begrenzing in zit. Gedachte dat bepaalde menselijke motieven mogen en bepaalde menselijke motieven niet mogen. En dat je dat van tevoren kan bepalen voordat iemands leven überhaupt al begonnen is. Dat je van tevoren kan bepalen, deze persoon zou deze dingen mogen en deze dingen niet mogen doen. Nou, ik denk niet dat het een kwestie gaat zijn van deze persoon mag dit niet en deze persoon mag dit wel. Ik denk dat de vraag voor het individu is dat zich inderdaad zou willen inzetten voor het vergroten van het welzijn voor een zo groot mogelijke groep van mensen. Mm-hmm. Die zelfstandig de afweging moet maken wat gegeven mijn capaciteit, gegeven mijn fase waarin ik zit, gegeven de gezinssituatie waarin ik wel of niet zit. Hè, wat zou gegeven al die factoren voor mij nu de keuze zijn waarop ik denk dat ik het meeste nut voor de grootst mogelijke groep van mensen zou kunnen bewerkstelligen. Ja, ja. Je lijkt het net te presenteren als we hebben een systeem en dan moet je als individu inzitten en als je dat niet doet. Nou, maar als je zegt dat je een loyaliteit hebt aan elke levend wezen, of elke, laten we even wat makkelijker maken. Ja, moreel cosmopolitisme, ja. Dan leidt dat ertoe dat je dus je capaciteit zo groot moet mogelijk maken om elk mens te helpen zover je kan. En dat betekent dus dat je bepaalde keuzes in je leven wel mag maken en andere niet. Ja, nou, welkom in de wereld van ethiek, zou ik zeggen. Toch? Ja.
Ja, welkom in de wereld waarin we aangeven dat bepaalde vormen van leven toch net iets acceptabeler zijn dan andere. Fair enough. Ja, fair enough. Wie zegt we willen onze maatschappij inrichten op een manier waarbij we elkaar niet naar het leven staan. Hè, waarbij we zeggen respect voor het leven van anderen is belangrijk. Ja, die zit in een systeem waarin je bepaalde dingen mag en andere niet. Dat niet zozeer problematisch is. Als wel, welke eisen worden gesteld? Hoe ver gaan die? Hmm. Wie bepaalt dat? En dan komen we een heleboel interessante vragen. Maar dat we uiteindelijk toch denken een rechtvaardige samenleving of een goed leven, om twee verschillende vragen te nemen. Ja, daarin erkennen we dat er bepaalde zaken zijn die we beter wel of niet kunnen doen. Ja, gelukkig maar, zou ik zeggen. Fair enough. Dus ja, dan laten we dan even terugkomen op waar je eerder op doelde. Is het te veel eisen wat hier gezegd wordt? Ja. Ja, en dat vind ik wel een relevante vraag, hoor. Dus iemand als Singer gaat een soort gematigd en een hele extreme variant voorstellen van de verplichting die je hebt, bijvoorbeeld om armoede te bestrijden. Mm-hmm. Die extreme variant zou maken dat je eigenlijk alles wat je niet nodig hebt, om een soort minimaal fatsoenlijk bestaan te leiden, alles wat je hebt en wat je kunt besteden aan luxe goederen. Bijvoorbeeld dat je een iMac hebt, terwijl je misschien ook met een wat goedkopere computer hetzelfde zou kunnen doen. Of je koopt een fles water, Spa Blauw. Daarvan zou hij zeggen, heb je eigenlijk niet nodig. Dat zijn, je koopt zaken die in wezen als luxe goederen kunnen bestempelen. Die extreme variant die stelt, je zult alles moeten afstaan tot op een niveau waarop je bijna zelf niet meer in staat bent om voor jou of voor jezelf, voor jou of voor je kinderen of voor je naaste of je partner of wat dan ook, een minimaal fatsoenlijk bestaan mogelijk te maken. Dus het is extreem veel eisend. Mm-hmm. De vraag is natuurlijk, waarom veel eisend? Want je zou natuurlijk ook heel flauw kunnen zeggen, als dit datgene is wat moraal van ons vraagt, of een ethiek, dan moeten we dat gewoon doen. Mm-hmm. Wat maakt nu dat we zeggen, dit is te veel eisend? Want je zou kunnen zeggen, nou, als dit morele plicht is, is het plicht. Dat moet je doen, punt. Ja. Maar op het moment dat je zegt, op het moment dat je dan toch denkt, nee, ik denk dat hier een grens bereikt wordt, dit gaat te veel eisen van mensen, dan is de vraag, waarom is dat te veel eisend? En dan zie je natuurlijk een hele grote discussie in de literatuur, waar je bijvoorbeeld de vraag gaat krijgen, wanneer geef ik nu iets op dat zo belangrijk voor mezelf is, dat ik het niet op zou moeten geven? Dan hebben we het dus niet meer over, heb ik voldoende te eten, of heb ik voldoende te drinken, of heb ik een dak boven mijn hoofd en toegang tot basale gezondheidszorg. Maar bijvoorbeeld de vraag, zijn bepaalde zaken van mijn leven zo belangrijk, dat ik die eigenlijk niet op zou moeten geven? Mm-hmm. Ook al zou ik, als ik dat op zou geven, wel mensen kunnen helpen. Ja, dan kom je natuurlijk op vragen als, zijn er projecten die zo constitutief zijn voor mijn identiteit, niet gevraagd mag worden om die op te geven, want dan zou ik niet meer zijn. Mm-hmm. Dan heb je discussies tussen Bernard Williams en Peter Singer over die vraag, welke projecten zijn nu constitutief voor wie we zijn? Zijn er zaken die zo belangrijk zijn dat men eigenlijk niet mag vragen om die op te geven? Dan denk je dat je die vraag gaat stellen, nou, wat betekent te veel eisend eigenlijk? Veel eisend in welke zin? Hoe kun je het begrijpen? Louter in termen van, we kunnen biologisch vaststellen, je hebt bepaalde hoeveelheid voedsel nodig, dak boven je hoofd, medicijnen te drinken, en dat is het. Of nee, betekent mens zijn ook dat er nog meer zaken belangrijk zijn. Zo belangrijk dat ik ze niet op wil en kan geven. Zonder mezelf op het spel te zetten. Ja, daar komt dus de waardigheid van elk individu weer naar voren. Maar dan weer op de... Maar wel op een ander niveau. Wel op een ander niveau, inderdaad. Ja. Maar wel, dan komt er misschien nog een tweede vraag in omhoog. Waarom zou jij het recht mogen hebben om die projecten te kunnen volgen en een ander niet? Ja. Dus het feit dat wij hier die projecten kunnen volgen is een heel groot privilege. Zeker. En we zouden de verantwoordelijkheid moeten dragen om te zorgen dat iedereen ergens anders ook die projecten mag volgen. Ja. Ja. Nee, ik vind het ook een hele moeilijke, hoor, om na te denken over die veel eisendheid en wanneer het te veel eisend is. En of je bepaalde projecten mag voltrekken, ook al weet je dat je de tijd had gehad of het geld had gehad om andere mensen, het leven van andere mensen te verbeteren.
Ik vind dat een hele moeilijke vraag, hoor. Ja. Ik vind het, nog steeds... Om na te denken over die veeleisendheid. Ik vind het ook heel lastig om na te denken over de vraag... weer helemaal terugkomend op het begin... of je überhaupt die loyaliteit hebt naar andere mensen toe. Ja, tuurlijk. Of je die loyaliteit überhaupt hebt naar andere mensen toe, want... Dankjewel. Loyaliteit of plicht of whatever, want... tuurlijk is menselijk lijden slecht. Ik denk dat we daarover eens kunnen zijn. Natuurlijk zouden we allemaal willen dat er minder menselijk lijden is en meer menselijk, niet per se genot, maar welzijn. Ja. Maar of je als individu ook verantwoordelijk bent voor het voortbestaan van lijden die er is, dat vind ik een heel lastige vraag om te beantwoorden. En wat bedoel je met verantwoordelijk voor het voortbestaan? Dat jij of loyaliteit hebt naar andere mensen toe. Of dat jouw inactie om het te veranderen ook inhoudt dat je verantwoordelijk bent voor het voortduren ervan. Ja, is een hele moeilijke vraag. Ja, Peter Singer zou zeggen, hij begint met die duidelijke veronderstelling, dood en lijden als gevolg van het tekort aan voedsel, medische zorg en onderdak is slecht. Mm-hmm. Hè? En sinds de jaren 70 vertelt hij datzelfde verhaal. En hij pretendeert toch dat de meeste mensen hierop ja zullen antwoorden. Dus gewoon nog niet echt in morele zin slecht, maar dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn. Hè? Mm-hmm. Dan komt zijn tweede premisse die zegt, zou je daar iets aan kunnen doen tegen geringe kosten voor jezelf? Hè, dan zou je dat eigenlijk moeten doen. Waaruit voor hem dan de conclusie volgt, ja, zou je geen geld geven aan goede doelen? Of zou je niet inzetten om datgene wat je als slecht typeert te verhelpen? Ja. Ja, dan ben je heel plat uitgedrukt, moreel problematisch bezig. Ja. En hij zou zeggen dat die eerste premisse door iedereen omarmd wordt. Mm-hmm. Het is slecht als. Hij zegt die tweede premisse wordt ook door bijna iedereen omarmd. En dan zit je vast in die conclusie. Dus op het moment dat je zegt, inderdaad, het is slecht als mensen sterven of lijden als gevolg van het tekort aan voedsel, medische zorg en onderdak. Mm. En als je vindt dat je slecht handelt wanneer je de capaciteit hebt om iets te voorkomen wat slecht is, maar je doet dat niet en de kosten voor jezelf zijn gering. Mm. Ja, als je met die twee instemt, zegt hij, gaat dit de conclusie zijn. De kunst zit natuurlijk in te kijken waar we nu vinden dat hij gelijk heeft of niet gelijk heeft. He? Want hij veronderstelt natuurlijk wel in wezen dat binnen dat systeem de waarde van ieder menselijk leven evenveel waard is. Je kunt niet beginnen met een racistische motivatie waarbij je zegt deze groep van mensen heeft een bepaalde waarde en die niet. Mm-hmm. Dat past niet in die logica. Het vertrekt wel degelijk vanuit de veronderstelling dat ieder individu in wezen dezelfde status heeft. En dan gaat die logica lopen. Hè, van die eerste premisse, tweede premisse, conclusie. Ja. Maar de moeilijkheid zit natuurlijk in, waarom hebben we er moeite mee? Hè, dus waar zit nu in die redenering van Singer het probleem met zijn conclusie? Dus waarom is het zo moeilijk om te accepteren dat we een verantwoordelijkheid hebben voor een ieder? Mm-hmm. Hè? Kunnen we dat denken? Dat is natuurlijk een heel interessante, maar hoe kunnen we het staven? Maar vooral natuurlijk, wat zit er in die staving van, die rechtvaardiging van Singer, waar we denken dat er een denkfout zit, of een verkeerde veronderstelling, of noem het maar op. Die tweede premisse, dat je slecht bezig bent wanneer je de capaciteit hebt om iets te veranderen en het niet doet. Ja, als dat voor jou een geringe financiële of tijdsinspanning zou zijn. Of een behapbare. Ja, een behapbare. Ja, dus om een voorbeeld te noemen, als ik straks naar buiten zou gaan en ik zie dat een klein kindje bij een stoplicht staat en die wil eigenlijk oversteken terwijl het licht nog op rood staat en er komt een grote vrachtwagen aan, kun je die vraag natuurlijk stellen. Kan ik nu met een kleine inspanning heel even roepen, pas op, kom terug. Of kan ik een kleine inspanning doen, er even naar voren te stappen en het kindje terug te trekken. Nou ja, in dat geval denk ik dat niemand gaat zeggen, dat moet je niet doen. Of dat zou je niet verwacht worden te doen. Ja. Of we kunnen eigenlijk niet van jou verwachten dat je het zou moeten doen. Ja. Ik zou zeggen, ja, als dat de inspanning is. Of misschien nog iets verder verwijderd als je een reclamespotje ziet op tv van een crisis in
in verre landen in de wereld, ja, ben je dan slecht bezig wanneer je niet dat nee, sms stuurt. Ja, wanneer je geen geld geeft. Ja. Ja. Hij zou zeggen dat je daar een fundamentele verplichting hebt. Als men vraagt om €5 voor muskietennetten of €5 voor ontwormingstabletten, hè, wat schijnbaar vrij effectief is. Mm-hmm. Ja, en je hebt die mogelijkheid, zou je dat moeten doen. Ja. Fundamentele verplichting. Verplichting, ja. Om dat te doen. Ja. En daar voelen we ons ongemakkelijk bij. Ik ben het ook niet helemaal met hem eens. Maar de uitdaging zit wel om te kijken waarom wij denken dat die verplichting en, niet en zou zijn. En waar ben je dan niet met hem eens? Waarom ik het niet met hem eens ben, is omdat ik denk dat dit maar de helft van het verhaal is. Dus ik denk dat er verschillende vormen van verantwoordelijkheid zijn. Dus hij stelt de vraag niet naar de oorzaak van het probleem dat je aantreft. Hè, dus je wordt via internet of via de televisie geconfronteerd met het feit dat er een hongersnood is in de Hoorn van Afrika. Mm. Oké. Okay. Meestal krijg je dan zo'n spotje van Giro 555. Hè? Geef nu. En daaronder staat dan wat het probleem is. Mensen sterven nu als gevolg van tekort aan voedsel. Of als het gaat om een aardbeving, omdat hun ze hebben geen huizen meer. Of wat dan ook. Hè. En wat word je gevraagd te doen? Geld te geven. Veel? Nee. Klein bedrag kan volstaan. Oké. Okay. Dat is natuurlijk een bepaalde typering van armoede. Hè, een bepaalde typering van humanitaire drama. Waarbij we niet de vraag stellen naar het probleem. Nu, bijvoorbeeld dat voorbeeld van die hongersnood in de Hoorn van Afrika is natuurlijk een interessante. Je hebt het werk bijvoorbeeld van Amitai Sen. Die zegt, veel hongersnoden hebben vaak niet te maken met een gebrek aan voedsel, maar wel met gebrekkige bereidheid. Gebrekkige bereidheid om het beschikbare voedsel eerlijk te verdelen. Ja, de zin was nu helemaal af. Dus gebrekkige bereidheid om het beschikbare voedsel eerlijk te verdelen. Zo'n hongersnood die zou ontstaan door langdurige droogte. Valt dat te voorspellen? Zeker. Zou je daartegen kunnen weren? Zeker. Vergt dat inspanningen op politiek vlak? Zeker. Dus zo'n probleem als armoede, ja, dat heeft vaak niet een natuurlijke oorzaak. Hè? Van het is te lang droog geweest of is een aardbeving geweest. Dat heeft vaak enorm complexe oorzaken die te maken hebben met politieke instituties. Die te maken hebben met politieke beslissingen. Die te maken hebben met hoe instituties functioneren. En in wezen zou je de vraag moeten stellen naar hoe ontstaat een probleem? Wie heeft daar de hand in gehad? Mm-hmm. Hè? Wie zou de verantwoordelijkheid daarmee moeten dragen voor dat probleem? Als we geld geven, veranderen we dan iets op structurele wijze? Of zouden we eigenlijk moeten gaan kijken naar waar de institutionele oorzaken liggen? En wie dan de verantwoordelijkheid draagt om die instituties te veranderen, te hervormen. Dat is bijvoorbeeld het werk van Thomas Pogge, de Duits-Amerikaanse filosoof, die daar heel sterk op zit. Die zegt dat armoede vaak veroorzaakt wordt door de wijze waarop ons institutioneel systeem, hoe we de economie regelen op internationaal vlak, hoe instituties functioneren, of wij als Nederlandse staat exportsubsidies geven of importheffingen heffen. Mm-hmm. Het heeft allemaal een effect op die relaties op wereldvlak. Het heeft allemaal een effect, zegt hij, waarbij toch vaak ontwikkelingslanden aan het kortste eind trekken. Nou, als je zo'n perspectief serieus neemt, dan ga je de vraag stellen naar hoe ontstaat iets? Wie heeft de verantwoordelijkheid voor het bestaan van die situatie? Mm-hmm. En wie heeft de verantwoordelijkheid om die problemen weg te nemen? Ik denk dat je dan de vraag gaat stellen waar jij toch straks op wees, namelijk hè, die causaliteit, die causale relaties. Hè, waarbij je zegt, ik kan me voorstellen dat je verantwoordelijk bent voor die mensen met wie je ergens een relatie hebt. Mm-hmm. Maar niet voor mensen met wie je totaal geen relaties hebt. Nou ja, dat hele verhaal van Pogge draait natuurlijk om die relaties. Hè. We zitten in een economisch systeem of wereldvlak dat gewoon volgens Pogge een sterk negatief effect heeft op ontwikkelingslanden en een positief effect heeft op ontwikkelde landen. Mm-hmm. En daarmee wordt armoede gegenereerd, gecreëerd en in stand gehouden. En dus zullen diegenen die moeten profiteren, die profiteren van het systeem, dat systeem ook moeten veranderen.
Ja, dat past natuurlijk niet meteen in dat verhaal van Singer. Hè? Die spreekt jou aan als individu. Mm-hmm. Jij ziet Giro 555 in termen van zo'n reclamecampagne van Giro 555. Dat klinkt heel negatief. Je wordt opgeroepen te geven. Je geeft €5. En je hoopt daarmee een probleem opgelost te hebben. De vraag die niet stelt is, wat is nu het institutionele complex waarbinnen dat gebeurt? Moeten we op termijn heel die instituties niet veranderen? Moeten we niet op een veel structurele manier over die kwestie nadenken? Ik wil niet zeggen dat ik dan pretendeer dat je heel het aspect van Singer niet nodig hebt, hoor. Mm-hmm. Ik denk dat het verhaal van Singer relevant is. Het verhaal van Thomas Pogge ook. Thomas Pogge zou zeggen, we moeten de wijze waarop het economisch systeem functioneert veranderen. He? Maar dat doen we niet 1, 2, 3. Dat gebeurt niet in een week tijd. Dus er blijven gewoon nog steeds humanitaire drama's bestaan. Die moet je oplossen. Dan ben je blij met iemand als Singer die mensen weet te overtuigen van het feit dat ze geld moeten geven om dat probleem weg te werken. Maar op zich is dat niet voldoende. Je moet dat koppelen aan een breder perspectief, waarbij je wel degelijk kijkt naar de institutionele oorzaken van zoiets als armoede. Ja? En op dat niveau de vraag moet stellen, wie is verantwoordelijk om dat te doen? Ja? Dat systeem te veranderen. En hoe ziet een rechtvaardig systeem er eigenlijk uit? Hoe willen we dat die wereldmaatschappij geordend is? Wat zijn onze verhoudingen met mensen buiten onze landsgrens? En komt dan vanuit deze overweging, en er is nou een heel sterk moreel cosmopolitisch punt die je nu maakt, geloof ik, komt dan vanuit deze overweging de noodzaak om iets als een wereldstaat te poneren of te beschrijven of vraagt deze problematiek daarom? Ja, omdat zulke systemen die overschrijden landsgrenzen natuurlijk en zulke instituten. Ja. Dus ze hebben effect op dingen die je als overheid niet direct kan beïnvloeden. Ja, ik zou er niet voor pleiten, maar ik denk wel dat er een logica in zit die in die richting zou wijzen. Dus we hoeven nog niet eens over armoede na te denken. We kunnen natuurlijk ook over milieuproblematiek nadenken. Mm-hmm. Als de cijfers waarmee we de laatste jaren worden geconfronteerd werkelijk zo desastreus zijn als we denken. Mm-hmm. Hè, over opwarming van de aarde, over een fundamentele reductie van biodiversiteit. Moeten we dan niet stellen, dat zou een soort Hobbesiaanse logica zijn, hè, dat we een wereld Leviathan nodig hebben om dit probleem op te lossen. Daar zit een bepaalde logica in, hè, dat je een wereld bedreigend probleem misschien alleen maar op kunt lossen wanneer je ook op het vlak van de wereld als geheel een actor hebt die voldoende macht heeft om die beslissingen te nemen die nodig zijn om die dreiging weg te nemen. Nou, ik pleit niet voor een wereldstaat, hè, maar ik denk wel dat hoe meer van dit soort problemen er zijn die niet op het niveau van de staat opgelost kunnen worden, en die ook niet gemakkelijk opgelost kunnen worden op internationaal vlak, wanneer het voornamelijk draait rond staten die met elkaar onderhandelen om iets te veranderen, zonder dat er werkelijk regels zijn die op basis van de macht van het zwaard, zou ik zeggen, worden afgedwongen, ja, dat je een heel groot risico loopt. Maar dus opnieuw, ik pleit daar niet voor, maar ik denk wel dat er een logica in zit die naarmate die crisis groter wordt, ja, wel zou neigen richting een noodzaak om toch op bovenstatelijk niveau, op wereldvlak, supranationaal niveau, misschien goed na te denken over het feit hoe sterk je die instituties moet maken. Goed. Maar tegelijkertijd ook met altijd de bekommernis dat hoe sterker internationale instituties zijn, hoe groter ook de dreiging kan zijn voor onze vrijheid. Uh-huh. Inderdaad. Ja. Ik denk dat we heel veel besproken hebben, eerlijk gezegd. Jason, heb jij nog een vraag misschien? Nee? Ik ook niet. Jij ook niet. Nou, top. Dan wil ik je hartstikke bedanken, Ronald. Het was echt super interessant. En ook veel zoeken. Veel nadenken. Ja. Dus dat is mooi.